dezelfde ploeg. Dames en heren, goedenavond. Ga zitten. Hartelijk welkom in het Oba Theater bij de derde Hans van den Berg lezing. Een mooie toepasselijke locatie, dachten wij, omdat op deze plek in dit fantastische gebouw literatuur en theater samenkomen. Zoals ook in mijn vader, de naamgever van deze lezingenreeks, de letteren en het theater samenkwamen. Net als bij de twee voorgaande edities van de Hans van den Berg lezing heb ik de eer de spreker van dienst aan te kondigen. En bij de vorige keren heb ik die gelegenheid aangegrepen om één bepaald aspect van mijn vader te belichten. De eerste keer zijn republicanisme, de tweede keer zijn multatulianisme. En vanavond wil ik stilstaan bij zijn derde grote liefde, die voor het theater. Een liefde, zeg ik. Jazeker, mijn vader was een ware liefhebber van het theater. Dat riekt misschien naar goedwillend amateurisme. Iemand die liefhebbert in het theater. Hè? Maar mijn vader hield zich wel degelijk professioneel met de toneelbeschouwing bezig. Aanvankelijk ook als beoefenaar. Met zijn Amsterdams studentencabaret en zijn bijdrage aan het satirische tv-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Daarna als wetenschapper, hij promoveerde op de werking van de komedie en als theatercriticus. Ja, voor velen van u is dit wellicht bekend materiaal, maar ik zeg het toch maar even bij, want er zitten hier misschien ook veel mensen die hem vooral kennen als criticaster van de monarchie. Maar hij bekritiseerde ook graag andere zaken. Tussen 1955 en 1997 schreef hij, naar schatting, 3.500 recensies. Dat is mijn schatting. Voor achtereenvolgens Propria Cures, Hollands Maandblad, het Haarlems Dagblad en het Parool. De eerste 20 jaar knipte hij die stukjes nog netjes uit. Ik heb thuis stapels van die plakboeken liggen. Waarin vooral de ijzeren regelmaat opvalt. Jaar na jaar, week na week schreef hij 2-3 stukjes per week. En ook geen kleine stukjes zoals tegenwoordig, maar echt lappen van 600, 700, 800 woorden. Waar een krant tegenwoordig een hele leger critici heeft, had je toen, zeker in de jaren 50, 60, 1 criticus per krant. En mijn vader zag en besprak alles. En dat komt toen ook nog, omdat er in de jaren 50 en 60 slechts 8 gesubsidieerde gezelschappen waren. Tegenover nu, met ingang van de nieuwe kunstenplanperiode, 42. En toch, en dat is dan eigenlijk het verbazingwekkendste, bleef Hans van den Berg al die jaren een liefhebber. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat hij ooit met tegenzin naar het theater ging. Zelfs al was het een marginale meme-avond in Frascati 12 of Een locatievoorstelling ergens in de Noordoostpolder tussen de koeien. Hij ging er altijd met frisse moed op uit, oprecht nieuwsgierig naar wat er zich zou gaan afspelen. In een briefje aan mij schreef hij ooit zijn ideale theaterervaring, dat je eenvoudig gaat zitten en dat er zich daar op het podium een klein wonder aan je voltrekt. Zo simpel kon het zijn. En dat verlangen daarnaar lokte hem steeds weer terug de Schouwburg in. Een echte liefhebber dus. Wat iets anders is dan volstrekt kritiekloos alles maar mooi gaan zitten vinden. Streng was Hans van den Berg wel degelijk. Hij kon genadeloos scherp zijn in zijn kritieken. Dat wonder voltrok zich helaas vaker niet dan wel. Ik een willekeurig knipsel uit een van die mappen. 12 maart 1968. In het wezenloze verzinsel, citaat, rond 2 brave echtparen in een Engels badplaatsje wil echter geen leven komen, omdat niemand door een werkelijke passie wordt gedreven en niets dan stupide toevalligheden de geforceerde en afgezaagde verwikkelingen veroorzaken. Nou,
waren ze mooi klaar mee. En even verderop, een andere recensie uit datzelfde jaar. Regisseur Pim Dikkers en de spelers hebben zich ingespannen om de tweedimensionale personages nog enig leven in te blazen. Maar meestal werden de melodramatische kanten van het stuk zo zwaar mogelijk uitgespeeld, waardoor met name de oude opa van Johan Schmitz op de rand van het ridicule belandde. Nou, van Pim Dikkers hebben we ook nooit meer iets vernomen. Als hij s'avonds laat thuis kwam en mijn moeder vroeg dan hoe het was geweest, dan citeerde hij graag de slotregel uit dat gedicht van Simon Carmichelt, De Criticus. Dat begint met De Criticus zit vatsig in zijn stoel en kijkt neerslachtig naar het nieuwe stuk. En dan zucht en mompelt hij en in de pauze zwijgt hij zuur en giet de koffie in zijn tragisch mannenhoofd. Maar dan komen die slotregels. Maar thuis vraagt zij, als een die weten moet, hoe was het, Piet? Hij opent juist zijn jas. Zijn buik zwelt op en met sonore bas velt hij zijn oordeel. Mien, het was niet goed. Mien, het was niet goed, dat hoor ik hem nog zeggen. Geen wonder dat er acteurs, regisseurs, hele gezelschappen waren bij wie de angst om het hart sloeg als Van den Berg in de zaal zat. Toen ik zelf halverwege de jaren 90 ook recensies begon te schrijven voor het Parool, meende ik soms een zekere opluchting op het gezicht van de dienstdoende publiciteitsmedewerker te zien als ik het kaartje kwam afhalen in plaats van Van den Berg senior. En toch kon mijn vader ook als geen ander bewonderen. Een citaat weer uit een recensie van 4 november 1967. Andrea Domburg doet dit ongeëvenaard mooi met alle subtiele en knap uitgespeelde details die resulteren uit het samenspel van haar emotionele talent en de diep peilende regie van Kees van Iersel. In dit soort jubelpassages neemt dan de ware liefhebber weer het woord. In 1992 maakte regisseur Gerard-Jan Reinders een tamelijk geruchtmakende voorstelling onder de titel Liefhebber. Het was één lange monoloog van een zelf ingenomen theatercriticus die hoog opgeeft van zijn liefde voor het theater en van zijn vermogen een voorstelling te doorzien, maar die intussen niet ziet wat zich onder de ogen in zijn gezin afspeelt. Zijn zoon zet een spuit in zijn arm en zijn moeder of de moeder van die zoon bevredigt haar kind oraal of zoiets. Ik weet het allemaal niet meer precies, de details zijn uitgaan. Reinders knipoogde in die titel naar telegraafcriticus Peter Liefhebber. Maar hij zou ook mijn vader voor ogen gehad kunnen hebben. Die twee waren, dat was algemeen bekend, geen grote vrienden. In de krant had mijn vader zich in de jaren 80 geregeld kritisch uitgelaten over Reinders regies bij theatergroep Globe. En later nam hij ook diens artistieke beleid bij toneel op Amsterdam graag onder vuur. Met de zogeheten montagevoorstellingen van Reinders had mijn vader, hoe zeg je dat netjes, weinig affiniteit. Halverwege de jaren 80 hadden de heren al eens een polemiek in brieven gevoerd in Hollands Maandblad. Mijn vader begon, citaat, je moet me toch uitleggen waarom je onlangs aan een van die misselijkmakende onafhankelijke toneelproducties hebt meegewerkt en wat je daarin ziet. Want daar vieren weer amateurisme, gebrek aan techniek en het stunteligste wanbegrip hoogtij. Ik bedoel de voorstelling van Oscar Wilde's An Ideal Husband, waar het puikje van onze avant-garde regisseurs indirect mocht demonstreren dat toneelspelen een kunst is die niet iedereen van nature in huis heeft. In zijn antwoord bleef Reinders nog bewonderenswaardig kalm. Voor hem, zo schreef hij, is het zaak dat de toneelmaker juist afwijkt van de gebaande paden en probeert te ontsnappen aan de tirannie van een verbleekte gouden standaard. Nou ja, er werden nog diverse brieven gewisseld. De heren kwamen elkaar niet nader, dat behoeft niet te verbazen. Waar mijn vader bleef zoeken naar Reinders motieven en artistieke criteria, bleef Reinders ongrijpbaar. Zijn enige criterium leek onvoorspelbaarheid. Ergens schrijft hij, word je nu niet groen van misselijkheid als je je alleen maar probeert voor te stellen hoe zo'n nieuw toneelseizoen op je afkomt? Als je nu al weet hoe actrice X of acteur Y straks in oktober of december die rollen zullen gaan spelen.
Maar nee, het punt is nu juist dat mijn vader daar helemaal niet groen van misselijkheid van werd. Omdat hij, vermoedelijk meer dan Gerrit Jan Reynders, een ware toneelliefhebber was. Voorspelbaarheid was voor hem geen artistiek criterium. En wat zijn artistieke criteria dan wel zijn, maakt hij in die briefwisseling gelukkig ook duidelijk. Hij noemt een aantal pijlers. Techniek en vakbekwaamheid van het acteren. Een toneeltekst die in principe heilig is. Hoewel, hij schrijft ook, ingrepen in de tekst zijn gerechtvaardigd, mits ze de voorstelling als geheel een betekenisvolle eenheid blijft, zo formuleert hij dat, een betekenisvolle eenheid. En dat is dan een samenhangend geheel van tekens dat zichzelf niet tegenspreekt of onzin bevat. Onzin, dat was zo'n typisch Hans van den Berg woord. Ja, hè? Onzin, ook zo op zo'n apodictische wijze uitgesproken. Ik heb het ook meermaals te horen gekregen in mijn jeugd. Onzin. En in zijn recensies heeft hij over een periode van bijna 50 jaar heel wat keren onzinnige artistieke keuzes over de hekel gehaald. Of hij Erik van Muiswinkels cabaretvoorstellingen, dit is een bruggetje, dat voelt me. Of hij Erik van Muiswinkels cabaretvoorstellingen ook betekenisvolle eenheden zou hebben gevonden, is helaas niet te achterhalen. De producties van cabaretgroep Zak en As, waarmee van Muiswinkel halverwege de jaren 80 furoren maakte, zijn duo-voorstellingen met Diederik van Vleuten, zijn verschillende solo's, mijn vader heeft ze nooit gerecenseerd. Tegen die tijd had het Parool namelijk zijn eigen vaste cabaret-recensent. Wel heb ik in het archief van mijn vader een kandidaatscriptie. Nee, het was geen kandidaatscriptie, heeft Erik me net gecorrigeerd. Het was gewoon zomaar een nota van een werkgroep van student Erik van Muiswinkel aangetroffen. Die de poëzie van de Zuid-Afrikaanse dichter Breiten Breitenbach analyseert. Jawel, van Muiswinkel zat in de collegebanken bij mijn vader en heeft daar misschien ook wel eens het verdikt onzin te horen gekregen. Wie zal het zeggen? Misschien kan hij dat straks nog toelichten. Ook vond ik in het recensiearchief van mijn vader, want die bewaarde nou eenmaal alles, een stukje over de voorstelling Het Misverstand van Albert Camus van het Haarlems toneel uit 1993, waarin Hans van den Berg enkele woorden wijdt aan de vader van Erik, acteur Freek van Muiswinkel. Hij schrijft dan, een heel kort citaatje, Freek van Muiswinkel is een indrukwekkend sombere vaderfiguur. In die voorstelling, hè, dat in werkelijkheid zo was, kan Erik toelichten. Ik ben in ieder geval vereerd dat ik nu als zoon van, een andere zoon van, mag aankondigen. Ik vraag uw aandacht voor Erik van Muiswinkel. Wat een inleiding, Thomas. Ik leg de lezing hier neer. Ja, het ging bijna daardoor helemaal mis. Allemaal. Iedereen heeft zo zijn theaterervaring. En mijn theorie is dat in iedere theatervoorstelling die je doet, waar dan ook, toneel, cabaret, er gebeurt altijd iets wat je nog nooit is overkomen. En ik zat hier eigenlijk, dit bijvoorbeeld is mij nog nooit overkomen. Ik zat hier vlak achter het doek. Alleen, en ik stond daar en ik dacht, nou, ik haal er toch even een stoel bij. Op dat moment haal ik de kluit weg en viel de tussendeur dicht, waardoor ik niet meer inkom. Dus ik hoorde Thomas wel praten, maar ik kon er geen mogelijkheid meer bij komen. Ik ben vervolgens het hele gebouw doorgelopen, terug bij het restaurant, koffiegenoten. Iemand met een duidelijk frisse tegenzin en zo'n druppelsleuteltje heeft 6 deuren weer opengemaakt, die allemaal achter dicht waren gevallen. En ik heb dus een deel van die inleiding gemist, Thomas. Ik zal het nog een keer opdoen. Ja, ik krijg hem graag op schrift. Ja. En ik kwam weer in bij Min, het was niet goed. Dus dat geeft moed. Wel leuk om nog gerefereerd te horen. Ik kom daar op de oude Hans nog heel even terug ook. Maar mooi om even gerefereerd te horen aan mijn vader, notabene. Hij is ruim voor Hans overleden. Vrij jong, hij was 64. En hij is namelijk later pas acteur geworden. Hij is op zijn 53ste, zoals ik altijd zeg, in mijn voetsporen getreden. Dat is ook echt waar. Hij speelde zijn hele leven op toneel, hij vond het geweldig. Maar hij had op Nijrode gezeten. Daar moest hij trouwens ook enorm toneel spelen. Dat is nog wat anders. Maar hij wilde eigenlijk het liefst op toneel, maar dat mocht niet van zijn gereformeerde ouders. En op zijn 53 heeft hij gedacht, fuck it. Dat dacht hij niet, maar vrij vertaald. Ik ga het gewoon proberen, dus bij het Haarlems toneel, inderdaad precies waar die recensie over ging, is hij begonnen.
En heeft hij nog ruim 10 jaar, zowel bij het Haagse Toneel als bij Van der Ende in musicals. Hij heeft 344 keer de West Side Story gespeeld. Daar had hij een rolletje in van 6 minuten. En hij heeft verder 38.000 kruiswoordpuzzels gemaakt. Maar hij vindt het allerleukste wat er was. Hij heeft nog een geweldige kleine carrière gehad. En op zijn 64ste is hij overleden. Maar wonderlijk, en ik wist ook absoluut niet dat Hans van den Berg woorden heeft gewijd aan mijn vader. Maar nu naar de lezing. Hallo, Republikeinen. Toch maar even. Mag ik heel even ter checking, want het is toch wel interessant, even weten wie er inderdaad overtuigd Republikein is. Ja, niet alle handen gaan omhoog. Dat is van deel waar de lezing over gaat. En wij moeten ons zelfs afvragen, de handen die wel omhoog gaan, hoe ver dat dan gaat, die overtuiging. Zelfs bij Hans, bij iedereen in Nederland moet je dat natuurlijk eigenlijk afvragen. Nou, dat is een van de problemen waar ik helemaal aan het eind van het lezingetje op terugkom. Maar ik heb nog nooit zoveel Republikeinen bij elkaar in één ruimte gezien. Dat is wel heel bijzonder. We moeten misschien een reunie organiseren op Koninginnedag. Ik vind het wel, bijzonder. Voor zover ik iets kan zien tegen de lampen in, zie ik ook dat ik... ik ben niet een van de jongsten in het gezelschap, maar ook zeker niet een van de oudsten. Een prettig gemiddeld gezelschap om mij heen. Ik zie zelfs jongere vrouwen, wat een zeer goed teken is. Het is een slecht teken voor het koninkhuis. Hier gaat namelijk, zodra er een jonge leuke vrouw verschijnen, gaat de wet van Schreurs op. Ik weet niet of er hier mensen bekend zijn met de wet van Schreurs, echt niet? Nou ja, Huib Schreurs was jarenlang directeur van Paradiso. Hij is althans boekhandelaar op de Weteringsgans. Je kan hem daar gewoon nog aantreffen. Op het hoekje Weteringsgans het plantsoen. En hij was de directeur van Paradiso en de wet van Schreurs was dat de levensvatbaarheid van een culturele beweging of een verschijnsel of een muziekgroep of wat dan ook, de levensvatbaarheid was recht evenredig met het aantal leuke jonge vrouwen wat de kaartjes scheurde, passeert. Lekkere wijven, zo zei hij het, betaald als leuke jonge vrouwen. Hij zei, het is ongelooflijk, het gaat altijd op. Hij organiseerde op een gegeven moment Paradiso als stunt. Bijbellezingen, zondagochtend. Tot zijn stomme verbazing was een kwart van het publiek daar hartstikke leuke jonge meiden. En hij wist, de Bijbel, dat wordt het de komende jaren helemaal. En zodra je dus om je heen ziet dat dat snor zit, mensen gaan hun dochters meenemen, hoewel ze moeten eigenlijk alleen komen, dat is toch beter. Dan zit je in stijgende lijn. En dat is hier, nou ja, nog niet helemaal het geval. Maar vorige week opende ik een klein evenementje van Amnesty International. En ik kan u vertellen, die organisatie gaat echt niet heel lang meer bestaan. Lekkere wijven zijn niet in mensenrechten geïnteresseerd. Dat zal helaas niet zo werken. Mijn twee voorgangers bij de Hans van den Berg lezing, waren er nog maar twee tot nu toe. Zijn er mensen die ze allemaal gezien hebben tot nu toe? Ik ook op video, dan was er niet bij. Maar niet veel, niet veel. Dat waren geleerden. En niet zomaar geleerden, laten we zeggen, van het kaliber Boudewijn Buug. Diederik Stapel, weet je, een beetje vrolijk wel eens een dingetje publiceren. Maar echt zware geleerden met dikke boeken die ze ook mee hadden genomen voor een deel. Waarmee ze prijzen hadden gewonnen. En het ging om Anton van Hoof, de klassicus, die een fenomenaal verhaal op iemand zeggen, dat is te klein gezegd, hield. Goed deels aan het hoofd ook, links en rechts citerend. Hij ging van Julius Civilis, de opstand tegen de Romeinen hier in de Lage Landen, via de middeleeuwen, Erasmus, achter elkaar naar Willem-Alexander, juridisch. Het was een razend knappe toog. En een jaar daarna stond Dick van der Meulen hier, een man die net twee zulke biografieën had afgeleverd, ooit van Multatuliaan. En later van Willem III, een man die werkelijk van de kleinste details op de hoogte was, die hier eventjes achterloos aan het publiek, het was nou niet hier hè Thomas, het was in een andere zaal, achterloos even vertelde wanneer Multatuli voor het eerst in contact kwam, probeerde te komen met Willem III. En dat het gerucht dat Wilhelmina niet echt een kind was van Willem III, dat een broodje aapverhaal was, en hij wist dan ook even de datum van het satirische tijdschrift waar het eerste artikel in stond, waar dat over ging. Dus dat was eigenlijk de speld van nu, u kent de speld neem ik aan, was toen ook al gewoon fake nieuws. Gewoon iemand die had voor de gein geschreven dat Wilhelmina misschien een onderwerp kind was. 1890, ruim 100 jaar voor het internet.
En dat was toen zo. En mijn ogen vielen uit mijn kop toen ik dat zag. Ja, dat is iemand als Dick van der Meulen, die dat soort dingen achterloos. Hier staat voor u iemand van beduidend lichter kaliber. Ik kan het niet anders zeggen, ik ben een cabaretier. Ik hou conferences. Dat zou ik ook leuk vinden als voortaan de jaarlijkse Hans van den Berg conferentie werd gehouden. Dat ik prima gevonden hebben. Maar het gaat wat losser. Het is allemaal niet met noten, niet met registers. Voor u staat de man die in 1984, als ik het goed heb, tentamen moderne letterkunde deed. Thuis in de Lomanstraat bij Hans van den Berg. Ik kan me daar geen details meer van herinneren. Wel dat de stemming hoog was. Dat er eerst thee werd gedronken en later nog een borreltje, geloof ik. Dat Hans streng maar rechtvaardig was. Maar helemaal niet moeilijk maakte. En blijkbaar ook ooit een nota over Breitenbach. Kan ik me absoluut niet meer herinneren. Maar dat hij die bewaard heeft. Ik ben namelijk wel kandidaat Nederlands taal en letterkunde destijds geworden. Met een zeer matige scriptie over de dichter Rikus Waskowski. Wel bekend nog, ongetwijfeld. Bij Anthony Mertens. Wijlen Anthony ook. Collega van Hans. Ik ben in diezelfde tijd ongeveer van 1982 tot 1984 redacteur geweest van PC. Ik kan het rustig zeggen. En in dit gezelschap weet ook menig een die afkorting nog te duiden. Procuratures. Niet politiek correct. Ik heb je PC nooit had kunnen verwijten natuurlijk. Maar ik ben redacteur van PC geweest. En ik ben tenslotte ook een man die zonder enige doctoraal bul de theater- en de televisiewereld in is gegaan. Om dan maar in armoede de boven ons gestelde, zoals Ter van Gogh dat zei, te gaan imiteren. En satirisch het leven zuur te maken. Dat is wel goed gelukt. Ik heb alle mogelijke kroeks en schurken, kleerleiders en van top tot ten weten te imiteren. Ik heb ze net zo lang geïmiteerd tot ze de dood maar neervielen. Dat is heel pijnlijk. Maar de meeste mensen die ik nadeed, waren binnen een jaar niet meer onder ons. Maar ik ben nu bezig te schuren aan een feilloze Donald Trump imitatie. Niet lang geleden een keer uitgeprobeerd. En dan stond ik in een kleine zaal, ergens in een grote zaal, waar was een groot ballet aan de gang. Mooie meiden. Ik heb in de kleedkamer van de danseres een Donald Trump imitatie uitgeprobeerd. Ze vonden hem heel goed. Maar het werd niet op prijs gesteld. Ik wil maar zeggen dat mijn soortelijk gewicht van een heel andere orde is dan die van de twee professoren Van Hoof en Van der Meulen. Maar dat past natuurlijk in de tijdgeest. Het is niet helemaal toevallig dat Thomas uitrekende 2016 dan maar zijn toevlucht zoekt tot een cabaretier. Over wie hij zelf overigens wel geschreven heeft. Hij heeft mijn laatste voorstelling 4 sterren gerecenseerd. Bij elkaar werden in de andere recensies 10 sterren gekregen voor die voorstelling. Verdeeld over 5 kranten. Met Thomas erbij hadden we er 14. Maar ja, hij moest mij hier nog wel zien te krijgen. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Meer over corruptie verderop in de link. Dames en heren, de Hans van den Berg lezing van 2016 speelt zich af in een opwindende en een verwarrende tijd. Misschien is het wel zelfs een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons koninkrijk. En dat klinkt toch eigenlijk wel mooi, koninkrijk. Het is toch mooi om in een koninkrijk te wonen. Sorry. Ja, en dat wij in heftige tijden leven, dat zou je alleen maar kunnen afmeten aan het aantal grote woorden dat in de loop van 2016 en vooral na de zomer valt op te tekenen uit de dagelijkse monden van geleerden en politici en essayisten en vooral columnisten. Er wordt enorm georeerd. En dat heeft natuurlijk te maken met de terreuraanslagen al een paar jaar lang. Bijvoorbeeld de stoep ongeveer, de vluchtelingenstroom die zo dichtbij komt. De financiële crisissen die nog steeds in de lucht hangen. De Brexit, nou weer Donald Trump. Dat werkt blijkbaar allemaal enorm op de retorica spieren. Wie er zin in heeft, kan letterlijk iedere dag nu een vergezicht, een overzicht en een uitzicht lezen. De ene Martin Luther King naar de andere John F. Kennedy naar de derde Barack Obama meldt zich aan het front. Vooral op links bij de correspondent. Ik weet niet of u die leest online. Mooi ding. Maar veel retorica. In de Groene Amsterdam natuurlijk. Maar in de New Yorker kom ik het tegen. Helemaal natuurlijk bij de Fransen, de Duitsers, Vrij Nederland. Maar ook op rechts. Bij Trump zelf natuurlijk. En onlangs nog in een historische pleitrede voor de neprechters in de neprechtszaal. Een rede die Geert Wilders definitief
aan de goede kant van de geschiedenis zal doen belanden, denkt hij zelf. Nog maar afgelopen week voegde daar zich natuurlijk Jan Terlouw bij. Dat heeft iedereen ongetwijfeld gezien. De zucht van herkenning. De krasse tachtiger, theoretisch is hij vast ook republikein. Die een ontroerend pleidooi hield voor vertrouwen, integriteit en een Nederland waar we nog een touwtje uit de brievenbus liet hangen. Een pleidooi dus dat door het sympathieke internetkrantje de Post Online beantwoord werd met een tweet die als volgt luidde: Els Borst laat ook een touwtje uit de brievenbus hangen. Hartelijk welkom in de wereld van Donald Trump. Ook hier dus, met dat soort mensen heb je te maken als je van goede wil bent. Daar komen we op terug. Het voorlopig hoogtepunt vond ik van de heer alle drama queenery waren voor mij de twee volle pagina's afgelopen week in de Groene Amsterdammer van de Amerika-kenner en op zichzelf sympathieke man, leuke journalist Frans Verhaag. Ik heb ook al eens een boek van hem gelezen. Hij is begonnen een weekboek van een deelnemer waarin hij omstandig beschrijft dat hij een life-changing besluit heeft genomen, dat hij een knoop heeft doorgehakt. En dat vanwege Trump, vanwege Le Pen, vanwege de Brexit, het grote woelen van de hele wereld, kortom omdat de tijden erom vragen, heeft hij het gedaan. Hij heeft het in de Groene Amsterdammer bijgesloten, formuliertje ingevuld, waarmee hij lid van de Partij van de Arbeid is geworden. Zodat hij op de vechtjas Diederik Samson kan stemmen en niet op de glibberige draaikont, de meeloper Lodewijk Asscher. Eigenlijk is het best een lief stukje, maar twee volle bladzijden over een subprobleem van een onderkwestie van een particulier overwegertje van een journalist rond een partij die met enig geluk misschien maar 20 zetels gaat verliezen de komende jaren. Ik heb het er nu weer over, dus het zal wel ergens voor staan, maar give us a break. Het gaat in de zaak Sylvana, een goede titel is voor een kuifjealbum overigens, vind ik. De zaak Sylvana. Gaat het inmiddels ook over de reacties op de beledigingen na het gebrek aan empathie van Wilfred Gené bij de faux pas van Johan Derksen, naar aanleiding van de excuses van Giel Beelen. Je wordt knettergek van. Alles wordt in sweeping statements verbonden aan het lot van het Vrije Westen in het aangezicht van de populistische, dan wel de islamofascistische dictatuur. Ik wil maar zeggen, dat ga ik hier uiteindelijk ook doen. Je moet daarin meegaan, dat jullie weten waar het vandaan komt. De twee aan elkaar verwante vragen die ik in dit mooie republikeinse gezelschap aan de orde wil stellen, die zijn: waarom houden wij met z'n allen in een supermodern, verlicht, ontkerstend, homohuwelijkend, blowend, euthanaserend, welvarend, gezond, hoogopgeleid land zo massaal vast aan het dure sprookje van de monarchie? En, daaraan verwant, waarom wordt er nou al 3 jaar lang nog veel intensiever gediscussieerd over Zwarte Piet dan over diezelfde monarchie? Dat zijn toch interessante vragen. De enquêtes, de afgelopen jaren, online, offline. De enquêtes zijn, begrijp ik, schaars en rommelig. Maar constant lees je dat de steun van het Koningshuis in algemene zin zo rond 75-80% hangt. In verschillende maten. De sympathie voor het instituut wordt wel meteen minder als het om specifieke personen gaat. Als er geld in het spel komt. Belastingen, laatst even met de belasting. Dan gaat meteen 5% steun af. Of voorrechten, of destijds in de zaak Zorbigeta. Als het concreet wordt en er is een relletje, dan gaan Nederlanders heel eventjes mekkeren en na 2 weken zijn ze het weer vergeten. Het is zelfs zo dat in het parlement eigenlijk alleen, ik heb dat echt nagekeken, de VVD, CDA en kleine christenen, die zijn voor de status quo. En daarmee bedoel ik dan dus de precieze plek die het staatshoofd nu inneemt tussen ceremonieel en politiek in. En dat realiseren mensen zich overigens nauwelijks, het staatshoofd zei, realiseren veel Nederlanders zich niet bij alle politieke voorzichtigheid rond Oranje, maar dus het babytje dat op zeker blijde dag geboren wordt uit de koningin, het babytje wordt als het tijdig gevaccineerd wordt, wat niet zeker is tegenwoordig, het babytje wordt dan staatshoofd. Dat is, als je het gewoon voorstelt, toch wel het hoogste in het land. Dat blijft iets, dat moet je af en toe even te binnen brengen. Zo merkwaardig is dat. Maar eigenlijk is dus alleen klassiek rechts tegen verandering hierin. En van de rest is het overgrote deel, voorop de voorzichtige Partij van de Arbeid, het overgrote deel is zeker niet voor de Republiek, maar ze willen dan een zuiver ceremonieel koningschap. Ook de koning zelf, jawel, heeft zich daar heel relaxed over uitgesproken. Die heeft gezegd, als dat volgens democratische spelregels besloten wordt, heb ik daar enkele moeite mee. Zei Willem-Alexander een paar jaar geleden, ik meen in de aanloop naar zijn inhuldiging. Hij is daar zeer democratisch in, we zullen zien. En bij die veranderingsgezinde partijen, ja, dat zijn dus D66 en GroenLinks en de SP en de PVV op zijn eigen manier, daar spelen 2 dingen mee die daadwerkelijke parlementaire actie vrijwel onmogelijk maken. Ten eerste denkt hun achterban
beduidend positiever over die koningkindertjes dan het gestaande kader. Dat is natuurlijk een positie die ooit in marmer is gebeiteld door de legendarische Pim Fortuyn. Natuurlijk ben ik republikein, heeft hij gezegd. Maar ik zou toch wel gek zijn om daar een punt van te maken. Ben je belazerd, dan ben je het dief van je eigen politieke portemonnee. Dat heeft hij nooit zo gezegd, maar de strekking klopt en het klinkt goed. En als je ongeveer hebt, dat is tegenwoordig al heel wat. Het tweede punt, dat wettelijke actie ooit tegen de monarchie, hè, grondwetsverandering, dat dat heel onwaarschijnlijk maakt, dat is eigenlijk een vrij cynisch punt. En het is geworteld in het voorgaande. Bij kabinetsformaties zit altijd of het CDA of de VVD toch wel aan tafel. Die willen niks, die willen het zo houden. En voor de anderen is de zaak van de Republiek per definitie nooit een breekpunt. Dus zo ligt de zaak al jaren. De bestuurlijke elite, het Koningshuis zelf, wat tamelijk linksige, verlichte mensen schijnen te zijn, in bepaalde opzichten. Het Koningshuis zelf in kluis wil dus eigenlijk best de Oranje Pieten een tikje bijsminken in republikeinse richting. Maar de gewone man, de mensen in het land, de hardwerkende Nederlanders, die pieken daar niet over, die willen dat gewoon lekker zo houden. En dan zijn we nu alweer meteen op de breuklijn die alle discussies op dit moment overheerst. Vroeger was dat links-rechts, in de tijd dat ik op het instituut zat bij Hans van den Berg. Links-rechts. Nog vroeger was dat natuurlijk arbeider-kapitalist. Nu is de kloof de elite en de gewone man. Hier zit natuurlijk uitsluitend alleen de elite. Ik weet heel goed waar we over praten. Ik neem aan dat het aantal winkeliers, puntlassers of garagehouders. Ja, dat zit er niet in. Dat zit er gewoon in. Zit er een puntlasser in de zaal? Dat zou kunnen. Nee. Nou, misschien een enkele leraar. Ja, kijk, wie is elite? Dat is echt een heel raar punt. Je kan je nog afvragen of het puur een kwestie is van geloof. In sprookjes, in het bovennatuurlijke. Het is een kleine uitweiding, maar sinds onze lieve Heer zijn katholieke greep en de Heere God en de Heere Jezus hun protestantse greep op onze moraal hebben verloren, is er natuurlijk in feite helemaal niks, geen geloof of bijgeloof, verdwenen. Het is er allemaal gewoon nog. Ik denk zelf, ik weet niet hoe u daarover denkt, maar dat het aantal overtuigde, echt principiële atheïsten in Nederland al ongeveer 200 jaar hetzelfde is, namelijk heel erg klein. En je wordt daar nog steeds, ik merk het nog wel, zeker in het buitenland, maar ook hier, je wordt nog steeds raarder op aangekeken als je zegt, sorry, ik ben atheïst, dan als je willekeurig wel volkomen krankzinnig op 1000 jaar oude boeken gebaseerd woestijngeloof aanhoudt. Ik heb onlangs nog een grote discussie gehad voor de NRC Handelsblad met Gert-Jan Segers. Die verliep uiteindelijk in goede vrede, maar je komt niet echt bij elkaar. Het idee dat je atheïst bent, vinden ook mensen daaromheen hoogst merkwaardig. En bovendien sinds de echte orthodoxie, is teruggekeerd in het baard en jurk en hoofddoekvorm en weer assertief de wereld intrekt. Het lijkt alsof geloven van alle gezinten zich weer sterker aan het voelen zijn. En ook dat rijmt vermoedelijk helemaal niet met de gezinten van onze parlementsleden, want die zijn waarschijnlijk een stuk verlichter. Maar ook daarin voelt het volk zich dus waarschijnlijk niet vertegenwoordigd. Maar de grote sprookjes van de lage landen, God in de hemel, Sint op het dak en de koning in het paleis, die zijn hun kracht dus nog lang niet verloren. En die sprookjes hebben een heel ander type aantrekkingskracht dan de lastige non-fictie van wetenschap, de democratie en de republiek. Ik kan zelf vrij nauwkeurig dateren wanneer ik van al die sprookjes in het leven afscheid heb genomen. Nou, niet allemaal misschien, maar in ieder geval van God, de Vader en van zijn Zoon ongeveer rond mijn 13e. Ondanks het gezag van mijn ouders, mijn grootouders, de woedende gelovigen weg. Nee, ik zal even wat zeggen. Ja, even uitkijken. Ik vraag me ook af hier bij het nieuwe Republikeinse Genootschap de AIVD dan ook zit bijvoorbeeld, kan ik kijken. Of misschien plannen worden gesmeed tegen de Oranjes. Nee, ik las boeken over Darwin en over deep history, deep time en over de evolutie. En toen dacht ik een beetje, wacht eens even. 5 jaar eerder had ik natuurlijk afscheid genomen van de goede Sint en zijn knechten. Wel op gezag van mijn ouders. En toen heb ik zelf nog een jaar lang volgehouden dat die wel bestond. Ik heb een groot deel van mijn schoolklas weer terug omgepraat. Zonder dolle. En ik had een ijzersterk argument waar nog nooit iemand aan gedacht had. Nou, een enorme berg met cadeautjes die door het pak zaten als laag, die konden zij nooit betalen. En dat klopt, als je 1 jaar of 8 bent, dan gebeurt dat natuurlijk. Dan heb je, van een aantal dingen snap je wel, maar hoeveel geld waard is, dat snap je echt niet. Dus ik kon heel makkelijk, en ik vond dat zelf, ik was er heilig van overtuigd. Mijn moeder zat al te mekkeren als ik 1 keer per week een waterijsje wilde. Dus het bestond niet dat zij dat allemaal betaalden. Laat staan mijn vader, daar praat ik helemaal niet over. Maar ik heb dat dus nog veel langer volgehouden dan gemiddeld. En op een gegeven moment was het
was het afgelopen. En in welke zin God en Sinterklaas natuurlijk in tegenzin wel bestaan, daar komen we nog eventjes op terug. Maar over nut en noodzaak van de Nederlandse monarchie, daar ben ik denk ik pas wel rond de 20ste over gaan nadenken. Maar in de 15 jaren voor had de echte koningin van Nederland al lang bij mij de fundamenten gelegd voor een ongeneeslijke argwaan jegens koninklijk bloed. Het is zelfs zo dat ik vanaf mijn vroegste jeugd, durf ik wel te zeggen, ons Nederlandse koningshuis niet echt serieus heb kunnen nemen. En dat wilde ik denk ik best, want ik ben gereformeerd, tamelijk conservatief opgevoed door twee weinig republikeins onderlegde ouders. Op de christelijke scholen waar ik mijn opleiding kreeg in Haarlem, daar kregen we zelfs oranje mokken bij koninklijke geboortes. Er werd met diep respect gesproken over de oude koningin, toen dus Wilhelmina was. Die was toen ook al overleden, natuurlijk 62, maar ik weet nog dat mijn grootvader en ook mijn schoolhoofd, meester Middelkoop, trillend van respect, elke keer me opnieuw vertelde dat bij haar begrafenis iedereen juist in wit moest. Omdat het juist een blijde gebeurtenis was, omdat zij naar de Scheffer ging. En dat maakte diepe indruk op me. Desondanks, ze hebben echt hun best gedaan om het koningshuis in mijn bloed te injecteren. Maar er was een tegengif, toen al, heel lang, wat veel sterker was. En dat heette Annie M. G. Schmid. Annie M. G. Schmid las ik heel veel. En vanaf het tweede jaar werd ze aan mij voorgelezen. Die veegde non-stop superieur de vloer aan met vorsten en vorstinnen en stupide prinsen en verbaande prinsesjes. Ik geloof dat Annie, net zoals ik, een afgedwaald gereformeerd schaap was. Dat veel heil zag in de verheffingsmoraal van de ouderwetse sociaaldemocratie. En die hele naoorlogse generatie van haar, die viel natuurlijk onder de slagschaduw van de moeder des vaderlands van Wilhelmina, de oorlogsheld Bernhard. Dus het was erg oranje gezin toen allemaal, toen zij net een beetje de wereld inging. En overigens in 1936 schreef Annie Schmid in een dagboekje dat ze het pas verloofde prinselijk paar, dat waren toen dus Juliana en Bernhard, in Amsterdam, had gezien. En toen schreef ze daarover: de prinses keek sip, de koningin lachte en prins Benno grijnst altijd van top tot teen. Het is net alsof hij denkt, belazeren jullie mama, ik doe het jullie ook. 1936. Dat had Annie Schmid dus ver voor zichzelf beroemd werd, feilloos in de peiling van achter de drumhekken. Dat komt uit dat schitterende boek van Aniette van der Zijl. Gezondheid, allemaal goed. Bij mijn weten heeft Annie Schmid zich nooit echt scherp polemisch tegen de Oranjes gekeerd. Integendeel, ze mocht ze blijkbaar wel als mens. En ze schreef in 1958 nog een toneelstuk voor de toneelclub van koningin Juliana. Een toneelstuk met de titel Vrouwen van Dr. Delinga. En dat moet een heel slecht stuk geweest zijn. Ik denk niet dat Hans het gerecesseerd heeft. En Annie zelf kon de uitvoering wegens ziekte niet bijwonen. En ze heeft er zelfs achteraf geen honorarium voor gekregen. Het moest blijkbaar alleen maar voor de eer. Dus er lag er nog wel eens een klein geintje over gemaakt. Want echt op zwart zaad zaten ze natuurlijk niet. Maar haar uiteindelijke wraak was natuurlijk zeer zoet. Want wat een ongelooflijk snel kneuzen bij elkaar waren de koninklijke families van Annie M. G. Schmid. Kadozen, kaduizen, de koning gaat verhuizen. Hij gaat om 9 uur precies met heel zijn gouden theeservies, zijn vorken en zijn glazen en al zijn 1000 vazen en met de vogel trillenpiep verhuizen in de jeep. Kadozen, kaduizen, de kooi met witte muizen, de gouden troon, het gouden bad en de satijnen keukenmat, de hemden en de jassen en de spiraalmatrassen. De koning zelf gaat bovenop en draagt een gouden kolenschop. Kadozen, kaduizen, de koning gaat verhuizen, maar ach, die arme koningin, o jee, die kan er niet meer in. Wat hindert dat? Het hindert niets. De koningin gaat op de fiets. Dit is toch wel een Hollandse houding tegenover al het koninklijke vertoon die mij met de paplepel is ingegoten. Gouden spullen, dat klinkt al heel gauw belachelijk, maar als het ook nog lekkere ordinaire spullen zijn, een gouden kolenschop en een satijnen keukenmat, dat zijn toch symbolen. En de fietsende koningin is zelfs letterlijk genomen, Juliana heeft niet anders gedaan, die heeft gewoon het werk van Annie Schmid nagespeeld laten. Er was er eens een koning in een hele verre streek, hij had een kroon voor zondags en ook een voor door de week. En één voor door de week. Heel treurig zat hij voor het raam. Zijn blik was vol verdriet. En als de koningin dan zei, wat heb je toch, wat heb je? Dan zei de koning treurig, ik wil een keer op een stepje. Nou, zover hebben ze Bernhard nooit gekregen. Voorkeur voor cabrioletten. De koningin van Lombardije ging in haar auto. De koningin van Lombardije ging aan haar auto rijden. Nou, dit hele verhaal gaat dus, ze wordt moe van het wuiven.
En dan neemt ze een kunsthand op een stokje, vervolgens rijdt ze tegen lijn 7. Ze rijdt natuurlijk lekker, ze rijdt tegen lijn 7. En dan komen ze erachter dat ze de boel blaast heeft. En dan is het slot compleet, onvergetelijk slot compleet. Toen de ministerraad dat hoorde van Lombardije, toen gingen zij met hoge boorden de koningin vermoorden. Dat lijkt me constitutioneel een waagstuk. Maar zo is het eeuwenlang wel gegaan natuurlijk. Er zijn maar heel weinig monarchen geweest die in hun slaap zijn gestorven. Het grootste deel van de geschiedenis is dat gevaarlijkste beroep van de mensheid geweest. Overigens had Annie Schmid ook nog, niet alleen natuurlijk de koninklijke bloeden op de korrel, ook hele andere groepen had ze te pakken. Wat was het toch erg voor meneer van den Berg dat zijn andere schoen was verdwenen. Hij had er toch twee, dat wist hij per se, en nou was er alleen maar die ene. Speciaal eentje. Voor Hans. Als je jarenlang door Annie Schmid dus bent geïnjecteerd met volstrekt belachelijke, karikaturale, gekroonde hoofden, slaapwabbelende vorsten, laffe, nuffige prinsen, inslechte, manipulatieve prinsesjes, intrigantes van koninginnen, lakeien, hovelingen, omringd door de misselijkste hofdames en andere weekdieren, dan kon je dus de real thing, ons eigen koningshuis, eigenlijk vanaf je puberteit nauwelijks serieus nemen. Of, dat zou kunnen, want Annie Schmid was zelf natuurlijk ook waanzinnig populair, tot op de dag van vandaag. Het zou ook kunnen dat we net allemaal die mix van sympathie en kritiek hebben gekregen, waardoor we ons weer juist verzoenen met zijn koningshuis. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Kijk, de prinsjes hoorden wij voortdurend als er weer een defilé was. En dan zag je die drie nozempjes van Beatrix, die natuurlijk gelukkig niet als Annie Schmid prinsjes uitzagen, zo erg was het ook weer niet. Maar ze werden wel prinsje genoemd door iedereen. En een van die prinsjes, ik weet nog dat ik me dat realiseerde, die gaat dus op een dag wakker worden. En dan moet hij tegen zichzelf zeggen, nu ben ik de koning. En het moest dus 2013 worden voor het zover was. Maar hij is wakker geworden met die gedachte. En je vraagt je wel eens af, wat doet dat met een mens? Dat is raar. Het gekke is dat de Oranjes zelf daar blijkbaar vanaf hun geboorte zo in getraind zijn, dat ze er zelf redelijk gezond bij blijven. Maar alle gemalen worden malende. De ene was nog gekker en gevaarlijker dan de andere. En de krankzinnigheid ligt in die rol van bijwagen natuurlijk voortdurend op de loer. En dat is ook in andere koningshuizen zo. Planken zijn erover voorgeschreven. Prinses Di viel natuurlijk tonnend uit die hele sprookjescarousel. Die was al lang op weg naar de uitgang, gescheiden al, toen haar rol dus definitief fataal werd. In de magnifieke Netflix-serie The Crown, ongetwijfeld hier in een republikeins gezelschap, massaal bekeken. The Crown, daar zien we hoe dus een generatie daarvoor, de uitgekookte prins Philip Mountbatten, die laat zich eerst alle privileges en alle lusten van het prinsgemaal aanleunen, en dreigt daarna vrij snel knettergek te worden. En dat gun je deze verwende opportunist, deze Bernard Aprella letter eigenlijk van harte. Op een gegeven moment komt er een moment, dan moet hij een grote rijtour maken in Australische hitte. En dat deed me ook onmiddellijk aan de koningin van Lombardije denken, want Elisabeth mocht niet meer wuiven, omdat ze een polsblessure had. Ze had echt een wuifhand, letterlijk. Annie Schmid 40 jaar daarvoor al. Nee, dat was toen. Misschien had ze het wel van Elisabeth zelfs. Het was een krantenbericht, dat zou Dick van der Meulen kunnen uitzoeken. Dat toen in de krant heeft gestaan dat Elisabeth geopereerd werd aan het pols. En dat zei toen de koningin van Lombardije. Dacht, dat zou best eens kunnen. Maar op een gegeven moment moeten ze de 25e rijtour in de hitte. Dat is allemaal een verschrikking natuurlijk. En dan bijt Mountbatten, die Griekse nappe prins, om met Wilders te spreken. Die bijt zijn prachtige jonge echtgenote Elisabeth II, dus bijt hij haar toe. It's all one big miserable circus, and we're the dancing bears. En dat is een stukje wat nog even een paar keer teruggedraaid, want dat is werkelijk een weergeloze zin. En in The Crown komt vervolgens veel scherper dan elders nog het verschil op uiting tussen de gezalfden, zeg maar de echte koninklijke bloed, en de aanhang. Elisabeth heeft, zoals ik me dat ook zeker bij Wilhelmina en Beatrix heb voorgesteld, die heeft dus een enorm diep gevoel vanaf de baarmoeder geïnjecteerd gevoel van koninklijk uitverkoren verantwoordelijkheidsgevoel. Zo'n gevoel dat het instituut veel groter was dan zijzelf. Een gevoel dat zo'n aangetrouwde helft per definitie niet kon voelen. Die vraagt zich alleen maar af, heb je nog aandacht voor mij? En ben je nog een mens? En allemaal dat soort ellende natuurlijk. Wat zo'n zalving, Elisabeth was een zalving, echt met olie ook, uit het zicht, er moest een gordijntje voor. Of zo'n kroning bij ons, ik zie Beatrix ook die krankzinnige hermelijnen mantel lopen, die Willem-Alexander geloof ik plaats ook weer om had. Zware mantel schijnt dat ervan te zijn. Wat dat ook nog na jaren van staatsrechtelijke indoctrinatie met je doet, dat kunnen wij niet koninklijke stervelingen natuurlijk nooit navoeren. En dat willen we ook helemaal niet navoeren. De
Dit lijkt me een goede, bijna medisch-psychiatrische reden om het instituut dan maar af te schaffen. Maar, ik voeg daar meteen aan toe, wat hebben we er ook een hoop plezier van? In de literatuur, in het amusement, in het theater, in de televisie, de schrijvers, de acteurs, de cabaretiers. We kunnen eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, niet echt zonder ze. Ze zijn het ideale autoriteitsdoelwit. Dat was bij Annie Schmidt natuurlijk al, maar dat zijn ze nog steeds. Ze zijn waanzinnig hoog geplaatst, ze doen niks terug. Dat mogen ze bijna niet. Enkel majesteit schennis je naaien. Dan steekt iemand een bordje in de lucht, wordt even afgevoerd. Er wordt nog wel eens een boete uitgedeeld. Een overijverige dienstkloppen. Maar de koning zelf kan zich niet verdedigen, hoor je dan altijd. Nou, reken maar eens in het kamp dat de enkele keer dat er echt uitgehaald werd, bijvoorbeeld met de rolbladen destijds, de fotografen, dan wordt er wel degelijk even ingegrepen. Maar ik herinner me niet beter, en dat zal voor iedereen niet gelden, dat we decennia lang non-stop van arme ouwe en de spruitjes schillende Juliana tot en met Willy, Gekkigheid en Max van Lucky TV, dat we eindeloos hebben zitten lachen om die mensen. We hebben ze uitgelachen, we hebben ze voor schut gezet. Dat is blijkbaar de prijs die zij moeten betalen. Het lijkt me een zeer hoge prijs. Maar ze vragen er ook wel om natuurlijk. Ze geven een geweldige aanleiding. Eindeloze spookverhalen over koning Gorilla, daar begon het al mee, Willem III. De decennia lange dominantie van het fenomeen Wilhelmina, die de halve democratie nog ter discussie wilde stellen na de oorlog. Mede dankzij de oude koningin bereikt nog steeds in Katwijk een musical die intussen langer duurt dan de Tweede Wereldoorlog zelf. Zwaar, ja, maak ze zelf. Al de tragicomische affaires rond Bernard en Juliana, een geweldige soap die met iedere nieuwe biografie weer met open mond lees je het. De cartoon destijds van Bernard Holtrop van Willem, die is ontsnapt bij Charlie Hebdo, die tekende al eind jaren 60 in proprio curis een cartoon waarin de hele koninklijke familie in een soort aristocratsachtige orgie was afgebeeld, iedereen nam elkaar. Dat leverde nog een echte rechtszaakje op, een kleine boete. Nou, er zijn er processen geweest, de kroning in 1980 hier, de heel Amsterdam in de fik. In 2013, dat viel het wel mee. De studentenjaren hebben gehad van Willem-Alexander, die nog in de sloot is gereden en alweer dronken werd. Mabel Gate, Margarita Gate, de affaire Zorrigeta, tot en met dus Lucky TV. Het is één grote lopende band van verrukkelijke satirische munitie voor nog geen 110 miljoen euro per jaar. Het is wel serious money, maar dan heb je ook wat. Sanne Wallis de Vries had deze haar carrière niet kunnen maken zonder de kribbige Beatrix die ze altijd mocht spelen. Marianne Luif, ik weet niet of u haar nog kent, niet alleen de groentevrouw, maar ook een ongelooflijke knappe Juliana had ze in huis. En dan is er natuurlijk een onafzienbare stoet van Bernard imitatoren die tonnen verdiend hebben aan ja, mijn man met pijp, zonder pijp, de jongen, de oude zonnebrillen, neushoorn zit. Ik heb nu weer jongens alleen maar een heel klein stukje te doen en iedereen gaat weer genieten en lekker gezellig op de Bernard golf zitten. Onze huidige koning, Bernard is echt werkelijk samen met Herman van Veen de meest geïmiteerde Nederlander aller tijden. En dat is geen kwam. Onze huidige koning is lastig te imiteren. Ik heb het zelf ook nog eens vruchteloos geprobeerd bij Koef Noem, maar behalve zijn postuur kwam ik niet verder. Hij is een vrij droog, is hij. Hij heeft een licht cynisch gevoel voor humor. Het schijnt best wel een leuke kerel te zijn, maar er is weinig aan te imiteren. Zijn Argentijnse echtgenote is ook al vaak geprobeerd. Het is nooit perfect gelukt. Ellen Pieters heeft het wel heel goed gedaan. Maar zij allebei natuurlijk, Willem-Alexander en Maxima, het huidige vorstelijk paar zijn door Sander van der Pavert met zijn overgedukte stemmetjes als een stel kiftende royalty-toeristen neergezet. En het is een zeer laag bij de grond, maar onweerstaanbaar grappige manier om de werkelijkheid achter dat bordkarton vandaan te halen. Het is hier wel verleidelijk om even uit te wijden over hoe ver je dan precies kan gaan. Wat overigens de meest geliefde vraag is aan comedians en cabaretiers en tekstschrijvers in het algemeen. Kan je overal grappen over maken? Heb jij zelf grenzen? Nou, in de statuten van dit genootschap heb ik ergens gevonden, niet 100% zeker, maar er staat ergens geloof ik dat echt puur persoonlijke aanvallen op leden van het Koninklijk Huis, dat niet de bedoeling is. Het gaat om het instituut en om de staatsrechtelijke consequenties, niet om die mensen zelf te pakken. Maar dat geldt voor cabaretiers niet. En het is wel zo dat als die aanvallen dus vanuit de gewone maatschappij komen, op Facebook bijvoorbeeld, dan wordt er dus wel degelijk op gescreend en soms wordt er ingegrepen. Ik geloof dat er vorig jaar een Turkse man die iets heel erg naast heeft geschreven op Koningshuis, die is echt van zijn bed gelicht. Maar zolang wij kunstenaars het doen, is de permissie van ons Koningshuis grenzeloos. En dat is misschien ook wel een reden dat er zelfs onder artiesten eigenlijk vrij weinig echt republikeins vuur brandt. Joep van het Hek,
die ook arm in arm met Beatrice allerlei dingen heeft geopend en hele grote bek over heeft, maar tussen. Die heeft eens een keer in een show een liederlijk tafereel geschetst, zeer uitgebreid, van een soort koninklijke orgie op de Dam. Waarbij ook het monument werd ingebracht bij het leden van de koning. Nou, echt, het ging echt behoorlijk ver. Maar dat deed hij eigenlijk alleen om te laten zien dat het kon, dat niemand er iets mee opschoot. En dat het dus eigenlijk geen enkele zin had. En intussen had hij ook even die grappen nu kunnen maken. Maar dat is al vrij lang geleden, iets korter geleden, toch ook wel denk ik een jaartje of acht inmiddels, stond Hans Theeuwe voor een vol carré. Kreeg hij de toenmalige koningin, Beatrix nog, op bezoek. En die heeft hij zeer uitgebreid toegesproken en langzamerhand geschilderd hoe dat gezellige avondje bij hem thuis met de majesteit ontaarde. Om haar vervolgens anaal tot bloedens toe uit te wonen. En uiteindelijk klaar te komen in dat zeer bekende gezicht. Waarbij hij het beetje onheimse gevoel had dat hij op een rechtsdouwer stond te spuiten. En daarna riep hij tegen Beatrix: majesteit, haal nou eens wat bier. Want, zo zei Hans, en dan komt de crux, dan ben je ook mijn koningin. En daar ligt dan meteen een satirische bodem. Want de vraag is natuurlijk van wie is het vorstenhuis? Als ze van alle Nederlanders willen zijn, dan ook van deze Nederlander. Onder alle voorwaarden, en dat is niet de minste. En het was in zijn geheel, behalve toch wel vrij huiveringwekkend leuke scène, was het ook een soort sociaal experiment van Theeuwen. Heeft hij later ook wel toegegeven. Hij zei, ik heb nu het allerbreedste publiek denkbaar en vol carré, totaal doorsnee van het Nederlandse volk. Daar komt van allerlei, het zijn niet alleen diehard fans. En ik ga proberen te bewijzen voor het breedst mogelijke theaterpubliek dat er wat explicietheid rond het Koningshuis betreft geen enkele grens meer is. Nou, dat is hem dus gelukt. Hugo Brandt Corstius, die schreef ons een column in de jaren 70, waarin hij noteerde dat hij wel dacht te weten hoe het gelaat van de kroonprinses Beatrix aanvoelde als een iets te hard opgepompt fietsband. En daar heeft hij ontzettend veel problemen mee gehad. Maar terwijl deze Theo-scène die ik net schetst, die is tot twee keer toe uitgezonden door de VARA, gewoon op publieke televisie. Geen kick uit het hele land, niks. Dus het land dat voor 80% de monarchie steunt, met blijkbaar als een van de voorwaarden dat ze wel ongelimiteerd om ze mogen lachen. Dat is dus blijkbaar de deal. Nou, heel af en toe lieten ze het koninklijk huis doorschemeren wat ze er zelf van vonden. Soms waren ze dan not amused, leek het, en soms waren ze wel amused. Maar er is nooit actie ondernomen. Er is nooit ook maar een millimeter van wat Donald Trump per kilo ventileert, constante verontwaardiging als hij ergens wordt nagedaan. En het getuigt toch van ons koninklijk huis wel van een grote zelfbeheersing of gevoel voor humor, dat weet ik niet. In 2004 probeerde minister-president Jan-Peter Balkenende, wat ook wel heel raar klinkt achteraf, minister-president Jan-Peter Balkenende, die probeerde het koningshuis nog eens te beschermen. Hij gooide een balletje op over de satire, televisie op dat moment, die wat hem betrof eigenlijk niet kon. En men dacht dat het toen dat het over kopspijkers ging. Maar het bleek overigens al een dingetje bij op SBS te gaan later. Maar heel Nederland kwam op dat moment in het geweer. Kopspijkers was toen heel populair. Er keken 3-4 miljoen mensen naar. Op de voorpagina van de Telegraaf, jawel, verscheen over de volle breedte 15 fotootjes van Paul Groot en Anne Schumacher en Sander van op Zeeland en Sanne Ballas de Vries. Allemaal verkleed dus als koninklijke figuren. En de Telegraaf nam het eigenlijk op en er kwamen toen ook geruchten dat de koninklijke familie geen enkel probleem had met tv-satire. En de consensus was gewoon dat Balken en de stemming totaal verkeerd had aangevoeld. Zo werkt het dus in Nederland. En tegelijkertijd dus, daarna was dat wel lachen op die hele berg met spot en satire en imitaties en onthullingen, hebben we tegelijk voor ze staan juichen en voor ze gebeden als we christelijk waren. We hebben naar ze gezwaaid, we hebben jaarlijks 100 miljoen in hun portemonnees gestort. De duurste koningsvijzers van Europa zeiden, en we hebben ze bij herhaling ook nog gered. We hebben ze in bescherming genomen. Als er echt grote mensen dingen misdrijven gaan, gebedsgenezerij, ontwerkingsvatbaarheid, steekpenningen, mogelijke oorlogsmisdaden, dan was het de sociaaldemocratie en de christendemocraten. De hele ruggengraat van Nederland stond altijd weer klaar om met rapporten, wijze mannen en vrouwen en constitutioneel crisismanagement de familie Oranje in het zadel te houden. Het is een zeer wonderlijke symbiose. Hoe ga je om met de monarchie als je er zelf tegenaan loopt? Ik weet niet of hier mensen daar ervaring mee hebben. Veruit de meeste Nederlanders, dat is duidelijk en dat bijna ongeneeslijk natuurlijk, worden dan zeer onderdanig en lakeierig. Zelfs de meest geharnaste republikeinen schijnen er niet helemaal vrij van te zijn. Hans van den Berg zelf, hoogst eigen persoon, ijverde ervoor dat Willem-Alexander zijn verzamelde werk voor Multatuli in ontvangst kan nemen. En ja, als zelfs hij, weet je wel, ja, levert toch wat op. Je kan er begrip voor hebben. Zelf ben ik Beatrix als koningin 2 keer tegengekomen, maximaal 1 keer. De oude koningin was altijd aan de witte wijn,
altijd heel gezellig. Af en toe moest ze weg om even te roken. En de nieuwe koningin, altijd stralend, tamelijk scherp, nog wel natuurlijk, jonge, scherpe, hele slimme dame. Het was natuurlijk in de pauze van een microkredietcongresje waar ik had opgetreden. En voor de grap was ik in het Spaans begonnen en dan moest ze dan vertalen. Nou ja, ik zat helemaal op goede voet met Maxima. In de pauze liep ik dus uiteindelijk tegen haar aan. Ze is van zichzelf al behoorlijk lang, een lange meid. Ze staat altijd ook nog eens op hakken van 10 centimeter. Dus ze kijkt zo op je neer. En ze heeft ook een voortdurend op vertrek aandringend legertje assistenten en lakeien bij zich. Wat een gesprek met haar, laten we zeggen, niet ontspannen maakt. Dus ik kan daar geen positieve recensie van geven. Maar, niet lang daarna, in 2014, won ik een culturele prijs. De Poulifinariën. En ik ontving dus een uitnodiging om te komen lunchen bij het Koninklijk Paar. De uitblinkerslunch van de week stond weer in de krant, hij was voor laatst weer. Dat is een traditie die heeft Beatrix ingesteld en haar opvolger houdt dat in stand. En dat is eigenlijk wel mooi, een stuk of 30, 40 culturele prijswinnaars, alle mogelijke terreinen, kunstenaars, schilders, die mogen aan ronde tafels aanschuiven en dan duimen voor een kleine meet and greet met het Koninklijk Paar. Je luncht dus, je bent de gast bij het Koninklijk Paar. Nou, binnen de taakopvatting van onze moderne monarchie vind ik dat een prima afspraak, voor mij mogen ze. Ik denk sowieso dat zij heel veel doorsnee van alle mogelijke soorten Nederlands ontmoeten. Maar goed, ik zat dus met die prachtige brief op geschept papier van het kabinet des konings, gestuurd door een secretaresse met een prachtige Hindoestaans-Surinaamse naam. Ik had die brief hier graag getoond, maar ik heb geen secretaresse zelf, dus ik heb hem niet terug kunnen vinden. Hij zit ergens in een map. Maar ik had die brief, dus wat te doen? We stonden aan de vooravond van een nieuw seizoen Coyones, satirisch programma, Nederland 1, bij de VARA. En je wil je handen vrij houden als cabaretier om wie of wat dan ook aan te pakken, kapot te maken, juist weer op te bouwen van goede taak te zien. Dus als je daar te gast bent bij het Koninklijk Paar, je toch al gauw voor 100 euro mee zit te eten en het glas heft op onze constitutionele monarchie, dan is het heel lastig om daar later dan de fik in te steken. Dus ik bel het kabinet des konings, dat mij dankte voor de eerlijkheid. Ik vertelde dat het, en zij vertelde mij, die dame, dat het ook wel vaker gebeurde dat mensen om die reden afzeiden. No hard feelings. Het ging allemaal zeer beleefd. Allemaal in goede orde. En vlak voor ik de telefoon neerlegde, riep ik 3 keer: Leve de Republiek! Leve de Republiek! Leve de Republiek! Dat is niet waar. Maar ik zou het zeer op prijs stellen als ik dit verhaal zou willen verspreiden. En zie, nog geen half jaar later, na dit incidentje, Coyones was er dus inmiddels van start, besloot het Koninklijk Paar, of ik ben eigenlijk bang dus de regering besluit dan zoiets voor hen, naar de begrafenis van koning Abdullah van Saoedi-Arabië af te reizen. En toen besloot ik vlak daarop in Coyones de volgende open brief aan onze jonge koning voor te lezen. Hoogheid, dat u toch alweer 13 jaar geleden, in 2002, in het huwelijk trad met de dochter van een Argentijnse groentaleider en daar maandenlang kritiek op kreeg, dat was vervelend genoeg voor uw sire. Maar prima te verdedigen. Die Groenta-dochter is uitgegroeid tot een juweel aan de kroon van de internationale jet-set. En ze is ook nog modelmoeder van 3 prachtige dochters. En dat zij de misselijke boekjes van een type als Arnold Kaskens, die zat toen bij ons in studio, niet wil lezen. Boekjes waarin nauwkeurig beschreven staat wat haar vader zoal op zijn geweten heeft. Dat snap ik prima. Want zo'n heel boek en 30 jaar onderzoek, dat is natuurlijk ook maar een mening. En dat u de afgelopen 2 jaar meerdere malen het glas hief met Vladimir Poetin is zowel economisch als politiek als moreel prima te verdedigen. Alleen heb ik daar op dit moment helaas geen tijd voor. Maar dat al die zelfbenoemde mensenrechters en moraalridders en majesteitsschenners deze week weer gingen protesteren tegen uw bezoek aan het prachtige Saoedi-Arabië, dat is toch wel de fucking limit. Excusez mon hoogheid, je suis boos. Men gunt u niet eens het rouwbeklag bij te wonen voor een echte koning, Abdullah bin Abdul Aziz al Saud, een wijze leider die zijn koninkrijk kon beschikken over leven en dood en een hele forse onkostenvergoeding. Men neemt het u kwalijk dat u zich 2 weken na de islamitische aanslag op het Vrije Woord in Parijs hebt laten verteren door het koningshuis Saud, waar het land naar genoemd is. Dezelfde koninklijke heersers die onlangs deze jongen, verscheen er een foto van Raif Badawi, hebben veroordeeld tot 10 jaar gevangenis en 1000 stokslagen, omdat hij op internet had geschreven dat hij atheïsten, joden, christenen en moslims allemaal als gelijkwaardig beschouwde. Zeg maar zo'n beetje uw kersttoespraak. U wist ook wel, hoogheid, dat die zogenaamde 1000 stokslagen netjes worden verdeeld over 20 weken, dus elke week 40 slagen, zoiets. Maar zijn advocaat kreeg 15 jaar gevangenis, maar geen stokslagen, want de verscheiden koning was een hervormer. Hij maakte Saoedi-Arabië tot een beschaafd land
waar het afsnijden van vingers, handen en voeten door chirurgen en ziekenhuizen verantwoord wordt uitgevoerd met gesteriliseerde instrumenten. Dus niet zoals bij die barbaren van IS die maar gewoon in de open lucht in de rondte lopen te zwaaien met keukenmessen van de Action. IS, de Islamitische Staat, die overigens mede wordt gefinancierd door de Saoedi's, maar u weet gelukkig ook dat dat nog niet echt bewezen is. Maar er is meer. Saoedi-Arabië is een land zonder antisemitisme, want Joden worden daar niet toegelaten. Een land waar de wet streng is en waar homoseksuelen en vreemdgangers worden onthoofd. Dat zou in het geval van Onno Hoes nog een behoorlijk rommeltje worden op het schavot. Natuurlijk ging u naar die indrukwekkende plechtigheid. Vriendschap, respect, dollars spuitende oliebronnen, zoveel goede redenen. En denk ook eens aan uw familie. U heeft die drie prachtige dochters. Dan is Saoedi-Arabië nog het land waar je ze alle drie tegelijk aan één hoogbegaafde prins kunt uitduwen. En u weet ook, het is nog niks te vroeg, want over een jaar of drie zijn de meisjes alweer te oud. U heeft zo'n drukke agenda, hoogheid. En u bent zo flexibel. Nauwelijks 3 dagen na het schudden van een paar honderd Saoedische, dus gecertificeerd anti-Joodse handen, stond u alweer in de ijzige kou in Polen ter ere van 70 jaar bevrijding van Auschwitz onder het motto Nooit weer. U vertoont een lenigheid die je alleen aantreft bij het Noord-Koreaanse staatscircus, waarvan uw vriend Henk van der Meijden trouwens beschermheer is. U bezocht samen met Maxima dat monsterlijke vernietigingskamp dat mede dankzij onze NS dag en nacht kon functioneren. Want in de jaren 40 had je in oostelijke richting helemaal geen bladval of bevroren bovenleiding. Toen had het personeel nog plichtsbesef en een spoelboekje. U doet het, hoogheid. U wilt dat doen. U doet het voor ons, voor Nederland. Zoals Jos van Rijen deed voor Roermond. Zoals Moskovits het deed voor de rechtsstaat. Zoals Sepp Blatter het doet voor het voetbal. Zo zet u zich wereldwijd dag en nacht met hart en ziel in voor onze belangen. Olie, gas, zuivel, high-tech, Philips, ING, Shell, Unilever, Boskalis. U pilst af met Poetin, u pijpt water in Riaad, u proost en lacht, u klopt en zuigt, u smeert en strooit. En dat doet u voor ons. Gekroond door ons, gesteund en toegejuicht door ons, betaald door ons. U bent ons, wij zijn u. Wij houden van ons. Ja, kon ik daar vertellen? In Coriones. Ik had die brief, denk ik, niet met goed fatsoen kunnen voorlezen met de stukjes fazant nog tussen mijn tanden van de uitblinkerslunch met Alexander en Maxima. Daar had ik dan echt problemen mee gehad. En ik begrijp natuurlijk, zoals iedereen hier, dat de ministeriële verantwoordelijkheid uiteindelijk de basis is. Nederland moet als land daarheen. Alle anderen gaan ook. En we mogen alleen ruzie schoppen als we dat samen met Europa en heel Amerika doen. Er staan tientallen miljarden op het spel. Maar ik weet ook zeker, als die koning, of later nog weer eens die koningin, zelf als persoon zegt, dat verdomme ik, daar ga ik niet heen, dan hoeft hij niet. Maar dat doet hij niet, en daar hoor je hem ook eigenlijk nooit over. En met de innige vriendschapsbanden tussen Juliana en Bernhard en de Sjaar van Persie nog scherp in de gedachten. En de bizarre manier waarop Alexander destijds de problemen rond zijn schoonvader bagatelliseerde, kom je toch eerder tot de conclusie dat deze grote der aarde het allemaal wel best vinden na hen de zonvloed. Maar dat ondanks alle ellende en de crisis en de dubieuze banden en de kosten en de gevaren van de monarchie, dat het overgrote deel van ons zo moderne Nederlandse volk toch zeer geniet van het Koningshuis, dat is moeilijk uit te leggen aan bijvoorbeeld verlichte Amerikanen, Fransen. De Engelsen zullen het beter begrijpen, ik heb het al over gehad. Die hebben een eigen royal shit om mee te dealen. Maar dat buitenlandse onbegrip, dat kan zo'n modern land dat nog altijd van Koningshuis hebben, dat is een van de overeenkomsten die het oranje sprookje heeft met ons andere nationale sprookje. Politiek is dat op het oog minder gevoelig. Het staat nergens in de wet, de grondwet. Maar intussen wordt al 3 jaar lang oneindig veel meer bediscussieerd dan de positie van de monarchie. Op de immateriële erfgoedlijst, ik weet niet of u dat weet, de tradities en feesten van de UNESCO, daar staat volgens nog geen enkele Nederlandse traditie. Er staat gewoon niks op. Er wordt wel aan gewerkt. Er wordt dus op dit moment een soort lijst samengesteld. En er is één verzoek destijds al ingediend voor een heel groot december familie surprise feest. Maar die aanspraak ligt even stil tijdelijk, omdat er vanuit de internationale gemeenschap wat vragen zijn gerezen omtrent het karakter van een der bijfiguren uit dit fijne stukje folklore. Dus men heeft het even uitgesteld. Dus nog maar kort geleden leek erop dat ik via mijn televisiewerk op de werelderfgoedlijst van de UNESCO terecht zou komen. Nou, dat hadden mijn kindertjes niet van papa gedacht, dat ik zover zou komen. Maar het feest ging dus niet door, want de discussie barstte los. In Nederland zelf, maar ook in het buitenland, tot diep, ver in de wereld, tot aan de Verenigde Naties aan toe, over blackface en racisme, traditie, identiteit, bedreigingen. En ik heb
eerst 3 jaar lang geprobeerd uit te leggen, links en rechts, en eigenlijk al veel langer ook. Ik leg uit, jongens, het is een spelletje. Het is een feest, een spelletje. Er zitten 2 rare hoofdpersonen in. Eentje daarvan is toevallig zwart. En waarom die zwart is, ja, dat weten we ook eigenlijk niet precies. Onze premier Mark Rutte die heeft het 1 keer uitgelegd. Hij heeft gezegd, waarom is Zwarte Piet zwart? Omdat hij Zwarte Piet heet. Toen dachten we, weet je wat, die maakt een minister-president. Oh, de allereerste keer dat ik zelf Piet speelde was mijn vader natuurlijk Sinterklaas. Dat spreekt vanzelf. En toen ik mijn hele Pietenpak had aan, mijn eerste Pietenpak, weet je, was ik 12 of zoiets. En fluwelen pop en alles prachtig in de spiegel. En toen kwam mijn vader meteen me waarschuwen en zegt, denk erom, straks staan bij die kindertjes geen rare stem opzetten. En je bent een sprookjesfiguur. Geen Surinamer, geen Ghanese, geen Afrikaan. Een sprookjesfiguur. Denk erom. En dat vond ik heel erg jammer, kan ik u vertellen. Ik had toen ik 12 was al een hele behoorlijke Surinamer in mijn huis. Ik kon Bordewolf en meneer de Uil en een Surinamer. Dus ik zei tegen mijn vader, weet je dat zeker? Pakken. Maar ik snapte dat natuurlijk, ook toen ik 12 was, snap ik dat best. Ik snap dat donders goed. Ik heb toen ik echt klein was ook Pieten in huis gehad. Van die oele boele boele Pieten. Sinterklaas, Sinterklaas, Pietje zo koud in Holland. En je voelt al, als klein kind voel je al, ja, is niet helemaal koosje. En de afspraak was heel duidelijk, ook toen Aart Staartjes mij later belde voor die baan op televisie. En zei, het is heel simpel, Piet is een leuke, gewoon jezelf, geen rare stemmetjes. Piet is niet dom en hij praat niet krom. Alleen de danspiet, die kan toevallig heel goed dansen. Maar dat heeft Mark Rutte uitgelegd hoe dat komt. Dat kan niet omdat hij de danspiet heet. Maar de laatste jaren, toen ik nog meedeed, stonden er aan het eind van de rit, in de intocht, stonden daadwerkelijk buitenlandse televisieploegen te wachten. Journalisten, krantenjournalisten. Ik heb met Fransen, Duitsers, mensen uit het Midden-Oosten, Amerikanen, van alles nog. Ik kwam dan vragen, wat is het voor tradition? En hoe halen jullie het in je hoofd? En hoe zit dat in elkaar? En is dat oud? En ik heb het in mijn beste pan-Europees, Frans, Duits, Engels, alles door elkaar geprobeerd uit te leggen. Ik heb ze verteld, but it's an awesome festival. And it's for everyone. And every year when the steamboat comes around the corner, we wave and we shout. And it's the feeling that, and it's not just for little children, it's also for the parents and the grandparents. And it's nicht nur für die kleine Kinder, es ist, das Fest ist für die ganze, wirklich so gemeint für die ganze Volksgemeinschaft. En dan snappen die Duitsers het heel goed. Dan gaan ze helemaal mee, zeg maar. But it's a special emotion when St. Nicholas comes into the country. It's one moment of, you know, the steamboat goes and everyone from young to old, we shoot full. Er staan echt tranen in je ogen. Dat is ook echt waar. And it's not just about Sinterklaas en Zwarte Piet. It's about a giving and a presence. Nou ja, binnenkort is het weer zover. It's about, we make little poems for each other and we take the piss out of each other. And it's a cultural thing. And then when the moon shines through the trees and at night, and when the little Dutch kids lie in their tiny little wooden beds and the snow falls down once every 25 years, and then just before they fall asleep, they can hear the hooves of the horse of Sinterklaas, stippen, stappen, stippen, stap. En dan zie je de Amerikanen wel denken, ja, normaal, 100% agent. Maar ik probeer het allemaal samen te vatten met een simpele zin. Ik zeg, Sinterklaas is a brilliant mix of fear, happiness and a tiny little bit of racism. Dan schrijven ze alleen de laatste schrijven ze op. Dan staat er weer zo'n boos stuk in de Washington Post en ik heb een hele knipselmap ervan. Strange, de tolerant Dutch, die met deze tradition, die blackface, dat kan, ze kunnen daar niet aan wennen. In Liverpool of in Washington of waar dan ook, in Zuid-Afrika, Australië, Engeland, daar ga je gewoon de bak in. Als je zo de straat op gaat, je gaat echt, je eindigt de politiestel als de hoofdpiet op Piccadilly Circus met de peppernuts en de tuf gaat uitdelen. Dat is echt, dat kan gewoon niet. Dat kan echt niet. Vergeet het. Je zit of op de eerste hulp of op het politiebureau. Maar wij zijn een keer
met Sinterklaas vanaf een vraag geweest in een Australische quiz. Ik heb later zelf teruggezien, iemand had het voor me opgenomen. Het is een blijkbaar grote populaire Australische quiz. En dan moesten op een gegeven moment moesten twee teams, die moesten raden welk middeleeuws gebruik er in Europa nog steeds werd toegepast en in welk land dat dan was. En daar waren we dus links een enorme foto van een stier in Spanje met 7 speren in zijn bast en overal bloed. En aan de andere kant een foto van een of andere Italiaanse boer die de kop van een zangvogeltje afbeet. En in het midden een grote foto van de huispiet en de hoofdpiet zwaaiend voor het plecht naar de kindertjes van Harderwijk in 2010. En nou ja, ze wisten dat ook allemaal precies nog. Ze wisten dat de Dutch nog steeds in blackface feestje vieren. Nou ja, toen die Zwarte Piet discussie dus definitief losbarstte, dat was in 2013 en dat was zeker niet voor de eerst. Want het speelde natuurlijk al tientallen jaren, maar er gebeurde nog echt wat. Maar toen het weer gebeurde, was de meest gehoorde reactie op de brede laag van de bevolking. Ah, jongens, waar hebben we dan over? Een complete landelijke vermoeidheid, die werd als het ware samengebald in de persoon van Henk Westbroek. Gedenkwaardige eerste discussie bij Pauw en toen nog Witteman. What's in the name, sinds de Zwarte Piet discussie is Witteman verdwenen, ten onder gegaan. Maar Henk was in dat gesprek met Quincy Garrido, hij was voornamelijk aan zuchten. Hij zei, schaai dat toch uit. Het is nog geen issue, er is nog wat beters te doen. Ja. Henk kan ook ontzettend goed zuchten, dat deed hij fantastisch. En tot op de dag van vandaag hoor en lees ik nog steeds overal die reactie. Maar, boy oh boy, wat heeft de weldenkende, goedwillende, ongetwijfeld niet racistische mensen zich daarin vergist. Inmiddels wil, naar schatting, geen 10% van de Nederlanders, maar ongeveer zo tegen 30%, wil eigenlijk wel dat het 19e eeuwse nikkertjesfiguurtje, die echte blackface, van uiterlijk verandert. Met behoud dan van alle pret die het Sinterklaasfeest als geheel oplevert. Dus dat is al een behoorlijke, dat is via 20 richting, 30, richting een derde deel, heeft daar zeer veel begrip voor of wil dat zelfs graag. En zoals u allicht hebt opgevangen in de media, heb ik zelf besloten om verschillende redenen afgelopen voorjaar om de handdoek in de ring te gooien. Nou, ik vind Zwarte Piet geen racisme, met een is gelijkteken, zoals op de t-shirts ertussen. Natuurlijk niet. Duizenden Nederlanders, meisjes, jongens, ouderen, maar ook vaak jongere kinderen, spelen die rol in volle onschuld, met veel liefde voor het spel. En dat zijn natuurlijk geen racisten. En dat beweren die andere Nederlanders die last hebben van Zwarte Piet, beweren ze ook niet. Een enkele vervelende hardliner daar gelaten. Maar wat ze wel beweren, met heel veel mensen in het buitenland, is natuurlijk dat die figuur, dat icoontje, 19e eeuwse karikatuur is. Het is een stereotype dat uit de kinderboeken inmiddels lang en breed is weggestreept, maar is een vrolijk bedoelde 21e eeuwse variant nog steeds hele vervelende associaties losmaakt bij een deel van de zwarte Nederlandse bevolking. En zeker bij bezoekende Amerikanen en Britten en andere overgevoelige zielen. Op Schiphol was Zwarte Piet al lang afgeschaft. Ik was al een paar jaar min of meer om en ik bepleitte een geleidelijke verandering. Maar ik merkte in hoog tempo toen het echt in discussie kwam, dat, laten we nou zeggen, de echte vrienden van Zwarte Piet geen enkele moeite hadden met de meest racistische geintjes met scheldpartijen. En dat die mensen bovendien blijkbaar aan de gevraagde verandering in het uiterlijk een brok identiteitsverlies overhielden bij de psychiater nog niet in een maandje mee klaar was. En weer bleek het dus allemaal terug te voeren op identiteit. Wij Hollanders, wij doen het nou eenmaal zo, het is ons traditie, we bedoelen het goed, ze gaan ons toch niet vertellen dat het anders moet. En ik moet je zeggen, als je een rol speelt in de nationale Sint-business, dan word je tot vervelens toe telkens dezelfde apocryfe verhalen worden die dan verteld en quasi onschuldige misverstanden. Het gaat ongeveer zo, het verhaal wat altijd terugkomt, u zal het herkennen, het verhaal van de juf die zich voor de kleuters verkleedt en dan ter plekke Sinterklaas wordt en dan zien ze alleen maar Sinterklaas. Ze herkennen de juf niet meer. Waar ze bij zijn. En ook hoor je heel vaak de discussie, zo jammer is, want het verpest een kinderfeest. Ofwel, ze zeggen, het sop is de koning niet waard, want het is maar een kinderfeest. En er wordt ook altijd gezegd, ja, het is maar een eeuwenoude traditie en alleen daarom moet die omzichtig worden behandeld. Ik ga die drie dingetjes heel eventjes alle drie af. Het eerste verhaal van de juf, dat is natuurlijk waar. Maar het is een cliché, het is bijna een oude mop, waarvan duizenden mensen denken dat zij het voor het eerst aan je vertellen en daar heel tevreden mee zijn, een groot verrassend geheim openbaren. De juf, die zegt, jongens, dadelijk komt Sinterklaas, ze doet een baard om en een mantel, en ze doet een beetje zo'n stem. En op dat moment is Sinterklaas. Nou, ongetwijfeld is dat zo, maar wat de meeste mensen niet beseffen is dat ze hiermee juist de grond wegslaan, onder alle angst, dat het voor de kinderen niet meer leuk is als Piet van uiterlijk verandert. Want
juist voor jonge kinderen, de magische leeftijd, tot een jaar of 6, 7, en niet dus tot 8, 9, zoals veel Nederlanders, tot bloedens toe volhouden. Voor de kleine kinderen is de magie en het ontzag is zo groot, dat die kijken volstrekt niet door die baarden en die kleurtjes en die mutsen en die baretten heen. Zelfs al ben je helemaal wit, ze herkennen je niet, je bent Piet. Die herkenning is geen probleem, de roes zorgt bij die kinderen voor een type zelfbegoocheling waar je op latere leeftijd hele dure pillen voor moet gaan slikken. En dan hoor je ook vaak, ja, het is toch maar een kinderfeest. En ja, dat is eigenlijk niet zo. Ik was in Amsterdam een tijd geleden in de Volendammer Vishandel en daar sprak ik zo'n echt een toffe Noord-Hollandse dame van de jaren 60, kort makkelijk grijs haar, zo'n Hollands stuk dijkbasalt waar de natie op gebouwd is, visverkoopster, en die herkende mij en vond ze leuk en dan duurde het nooit lang. Zeg ik, ah, wat is het toch zonde dat zus ook kinderfeest helemaal verpest. En toen zei ik tegen, ja, maar het is toch helemaal geen kinderfeest. En toen keek ze mij heel erg raar aan, tussen de huikjes. Want het is natuurlijk ook een kinderfeest en het is een heel leuk deel van het feest. Maar ik zei, Sinterklaas wordt gevierd in gezinnen met pubers en adolescenten, in studentenhuizen, op middelbare scholen, bejaardentehuizen, op kantoren, fabrieken, bedrijven. Ik zei, weet je dat de meeste mensen die Sinterklaas vieren in Nederland helemaal geen kleine kinderen erbij hebben? Ja, nou, dat was dan ook wel weer waar. Zeker. En ik vroeg ook, ik zei, wie zijn ze dan, ze die het verpesten? Je viert het toch gewoon zoals je wil. Met zonder Zwarte Piet. En als je thuis in je eigen huis iemand helemaal zwart wil maken, nou, dan doe je dat ook. Daar heeft Quincy Carrillo helemaal niks mee te maken. Je laat zo'n feest toch door niemand verpesten. Nou, daar zou ik het toch even. En zo oud is de traditie dus eigenlijk alles bij elkaar niet. Van oud had je natuurlijk de heilige Nicolaas en dat schoen en klomp zetten. Dat zie je al bij Jan Steen, dat is wel oud. Maar pas rond 1850 is dus ons Sinterklaasfeest verzonnen door een onderwijzer, door Jan Schenkman hier in Amsterdam. Die heeft die man van Stoomboot bedacht en die roe en die zak en Spanje komen Ibbel en dus Oranje. Waar dat allemaal weer samen komt, de appeltjes van Oranje. En inderdaad, hij heeft ook die Zwarte Knecht bedacht. Die er aanvankelijk op de tekeningen zag hij er totaal anders uit. Een beetje slordig, een beetje arbeiderachtig. En bovendien, tot aan de Tweede Wereldoorlog, was die Zwarte Knecht in zijn eentje. Sint en Piet, die kwamen samen, Sint op zijn paard, Piet ernaast, droeg de zak, dat was het. Het hele idee van die hele Pietenclub, dat is pas dus een jaar of 70 oud. 1 generatie oud. En naar het schijnt is dat hier in Amsterdam bij de intocht begonnen. Dus die eindeloze stoet hooggeleerde Sint-verdedigers in mijn mailbox, die eindeloos beginnen over zwarte duivels en Wodan-vereerders en de bisschop van Myra, die hebben allemaal ongetwijfeld hartstikke historisch gelijk, al zijn er heel weinig bronnen, die geven ze niet. Maar het feest zoals wij dat vieren en kennen en die Pietfiguur waar de problemen over zijn, dat is helemaal niet eeuwenoud, dat is helemaal pas verzonnen. Maar wat we nooit mogen onderschatten natuurlijk, dat weten we allemaal, dat is dat gezamenlijke diepgevoelde welbehagen als die boterhoek omkomt. Het geloof in Sinterklaas als het zover is. En nou, dat heb ik echt wel 18 jaar mee mogen maken. De gezichten van de omstanders bij die intocht, de mensen langs de kant. Echt niet alleen in kinderen, maar dat kindergeloof, dat blijft voortzudderen in ouders, in grootouders, in pubers. Gewoon de grote Marokkaanse gasten met een capuchon. En als je er waf staat, met je barrette. Oh, hoofdpiet, ja, dat doe ik alles voor je. En kan ze kinderen inhuren om de huispiet om te leggen. Ik echt. Ze geloven op het moment zelf. En ze stappen, kijken naar het voorbijstappende paard met hun kinderen. Iedereen gelooft op dat moment. Dat is een spel. En inmiddels zijn het dus sinds de oorlog, zo vat ik het altijd toch maar samen, de 3 pijlers die onder het bouwwerk staan en die personages zitten, Piet, die staan voorkomen in dienst. Het is de intocht, heel bijbels, aankondiging, blijde verwachting en dan komt hij. Dan is er 3 weken huiveringwekkende aanwezigheid. Alom tegenwoordig Sinterklaas die over je dak loopt. En de wanddaden in zijn boek laat optekenen. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel erg bijbels, dat hoef ik niemand uit te leggen. Met deurbonzen en strooien. En de hele periode is voor gelovige kinderen, is die periode eigenlijk waar het om gaat. Dat is de 2e pijler. En dan is het 3, pakjesavond. Dat is eigenlijk voor de mensen zonder kinderen ook een orgie van cadeaus en surprises en gedichten. En elkaar in de zijk nemen. En daarna mateloos gelukkig inslapen. En de volgende dag, die personages zijn verdwenen. En die cadeautjes en herinneringen, die blijven. Dus als je daar nuchter naar kijkt. En in discussies met opgewonden mensen over die Zwarte Piet in alle theaters waar ik kom overal gebeurt, dan is het, ja, kijk er nou nuchter naar, dan zie je dat het uiterlijk van Piet, dus niet eens zijn karakter en niet eens zijn kostuum of zijn veren, maar puur zijn kleur en zijn pruik, dus alles bij elkaar misschien 5% van het hele complex van het geweldige familieplezier. En dus die geleidelijke afschaffing van die koloniale Zwarte Piet, die verandering van het plaatje, dat is natuurlijk uiteindelijk maar het begin van heel iets anders. Onze hele
shebang van multiculturele issues, van racisme, van white privilege, van echt uiteindelijk samenleven op gelijke voet, dat je met wat voor naam dan ook even veel kans maakt bij sollicitaties. Dat is allemaal lang niet van tafel, daar is Zwarte Piet nog maar een heel klein beginnetje van. Maar als je vervolgens ziet hoe dus de tegenstanders, die echt de kat de bel aan hebben gebonden, hoe die werden behandeld vanaf het begin en nog steeds in de sociale media, wat er wordt geschreven op Facebook, wat er aan de borreltafel wordt gezegd, over de zwarte apen en de kokosnotenplukkers en rot erop naar je eigen land. En ja, dan denk je, ja, ik dacht best dat Nederland ook racistische trekjes had, dat heeft ieder land natuurlijk. Maar traditioneel dacht ik altijd dat wij een soort gezellig, joviaal, ja, gezellig racisme. Maar zwarte Nederlanders zelf ook nog een beetje plezier in konden beleven. Maar dat is dus niet zo. Het is snoeihard, het is ontzettend smerig. En als de PVV op een gegeven moment een wet wil gaan maken om jouw feestje te beschermen, dan wordt het misschien toch tijd om afscheid te nemen van het feestje. Dus de komende verkiezingen, die gaan, zoals het zich nu laat aanzien, niet over klimaatverandering, niet over belastingbeleid, niet over al die ouderwetse echte politieke onderwerpen. Die verkiezingen, die gaan over Zwarte Piet. En ze gaan dus eigenlijk over identiteit, over wat van ons is en waar hun vanaf moeten blijven. En de PVV voelt dat dus feilloos aan, die laten dat niet schieten, het onderwerp. Bosma heeft laatst weer een uitspraak over gehouden. En zelfs heeft het kabinet na 3 jaar draaien en wurmen heeft zich laten verleiden tot een uitspraak. Men ziet de figuur van Piet graag veranderen en met zijn tijd meegaan. Rutte eigenlijk niet, maar het kabinet dus wel. En een groot deel van Nederland zegt, ja, sorry, maar daar pieken wij niet over. En waar die verkiezingen dus al helemaal niet over gaan, al 200 jaar niet, maar in 2017 al nog wel het allerminste, dat is de vraag, wordt het geen tijd om onze staatsvorm eens een keer te veranderen en de monarchie af te schaffen? Dat is dus echt ongeveer de allerlaatste kwestie waar onze politici van ver links tot uiterst rechts zich mee bezig willen houden. Want we hebben te dealen met een wankelende euro, een waanzinnig gecompliceerde Brexit, een constante terreurdreiging, min of meer voor op onze stoep, een Turkse dictatuur die ons gijzelt op dit moment met zo'n 2 miljoen vluchtelingen, een Amerikaanse president die het waardesysteem van de Russische oligarchie deelt, totaal gek, een gevaarlijke klimaatverandering en ook nog eens permanente onduidelijkheid voor de ZZP'er in Nederland. Dat zijn even andere problemen. En waarom zou je dan gaan morrelen aan een redelijk geruisloos opererende monarchie? Dat kan je dus inderdaad afvragen. Terwijl, wij weten het allemaal wel, wij Republikeinen, de argumenten liggen klaar. Dat zijn er niet zo weinig ook. De Republikein van het vorige jaar, geloof ik, het jaar 2015, farao Arjen Lubach, die zette een tijdje geleden voor de jongere generatie nog eens 10 argumenten op een rij. 10 argumenten voor de monarchie, die je vaak hoort van fans van Oranje. En die weerlegde die op stevige toon, alle 10. En toen ik dat las, dacht ik, ja, toch is het raar. Toch lastig. Want die weerlegging van hem, die viel eigenlijk ook wel vrij snel weer te weerleggen. Ik pik er even 5 van de 10 uit, de helft. Even snel. En dan blijkt, ja, het is lastig. Eerste wat je altijd hoort, volgens hem, is, ja, het is nou eenmaal een traditie. Dat is mooi. Tradities, daar moet je niet aan morrelen. Laat het nou met rust. Ja, zegt Arjen, kinderarbeid en slavernij waren ooit ook traditie. En de afschaffing daarvan was desondanks een heel erg goed idee. Sommige tradities kan je maar beter afschaffen. Vond ik niet heel erg sterk. Want kinderarbeid en slavernij zijn en waren veel, veel meer dan traditie. Dat zijn hele grote economische krachten. Kijk naar India, grote delen van de aardbol nog steeds. Dat zit veel dieper verweven dan alleen de traditie. Even het argument van een veranderende, aangepaste traditie, die je maar eens een keer wat af kan maken, veel beter toepassing op Zwarte Piet dan op de monarchie. Zijn tweede punt was, de monarchie draagt bij aan onze welvaart. De handelsmissies leveren door de koninklijke begeleiding veel op. Plus Bernhard heeft miljarden verdiend voor Nederland. Arjen belegt dat is een hardnekkige mythe. Er zijn helemaal geen harde berekeningen, het is allemaal voor de sier. Door de beveiliging wordt het nog duurder ook. En vooral die deals, die zakendeals, worden toch wel gemaakt, of er nou koning bij is of geen koning. Hij vat het samen, de markt heeft geen boodschap aan sprookjes. Het zou helemaal geen verschil maken of er een president meeging of een koning. Men dupliet daarop en zegt, ja, dat is ongetwijfeld waar. Hoewel in zakenkringen toch degelijk wordt volgehouden dat het wel verschil maakt in toegang, dat extra deuren opengaan, dat er cultureel respect is, dat er harde scheidslijnen verzacht worden. Een paar jaar geleden met het Ruslandjaar heeft dat wel geholpen met al die ruzie dat de koninklijke familie dan op respect afdwingt bij meneer Poetin. Maar ik denk dat wel, als het maken van deals niet slechter of beter gaat met de president, dan is de pomp en circumstance van een koninklijk bezoek in heel veel landen toch een soort ijsbreker, die dan weer voor goodwill en extra publiciteit zorgt. En bovendien, voor zover ik weet, presidenten gaan in het algemeen helemaal niet mee op handelsmissies, want die worden niet interessant gevonden.
Dan heeft dit punt, ze zijn zo typisch Nederlands, de Oranjes. Oranje is Nederland. Dat is een heel leuk punt, als Arjen dus vervolgens ook voorrekent, dat weten ze al van Duitse voorouders, Beatrix maar 12,5% Nederlands is. Alexander nog maar 6,25%. En Amalia, die heeft nog een Argentijnse moeder, is 3,12% van Nederlandse bloeden. Dat is waar, maar daar is dan weer tegen in te brengen dat dit natuurlijk een heel vrolijke en hopelijk ironische vorm van racisme is, die al in het pro-argument zelf staat opgesloten, want het typisch Nederlandse van het Koningshuis zit het niet in het bloed. Mag ik aannemen. Dan heeft hij het belangrijke punt, de meerderheid wil het. Tja, zegt Arjen Lubach, wellicht is dat zo. Ik kan het laatste referendum over de monarchie niet herinneren. Veel politieke partijen zouden het wel anders willen, maar ze doen er niks aan omdat ze niks oplevert. Eigenlijk legt Lubach zichzelf neer bij dit argument, de meerderheid wil het. En ik kan eraan toevoegen, nou, niet zozeer wellicht, een hele ruime meerderheid wil het. Dat is bewezen, het staat vast. En dat hangt weer samen met het laatste argument. Vijfde. Ze zijn het waard, al die geld en die moeite, ze zijn het waard, want ze houden het land bij elkaar. En de weerlegging van Arjen is, ja, in bevriende republieken heerst ook grote saamhorigheid rond republikeinse feestdagen. 14 juli, Independence Day. En heeft u wel eens aan een Italiaan gevraagd of hij trots is op zijn afkomst? Dat is geen best argument. Ik heb dat inderdaad wel eens aan een Italiaan gevraagd. En die zijn apetrots op hun stad. Of op hun streek, of op hun familie, op hun afkomst dus inderdaad. Maar dat is niet het land. Niet die republiek. Die al eeuwenlang in twee is gedeeld. En rijke noorden en arme zuiden. En bovendien vlak na de oorlog in Italië. Een heel erg close, spannend, een zeer frauduleus referendum van zijn koningshuis beroofd is. Dus voor zover er in een land sprake is van een wijgevoel dat boven de partijen uitgaat, dan komt dat door precies dat wat al nou, 4, 5 generaties bekend is, wat iedereen vertrouwd aanvoelt, duwtje uit de brievenbusgevoel. En in Amerika en Frankrijk is dat de trotse republiek, hè, met een vlag en een lied en een klerenzooi. En bij ons is dat het sprookje van de Oranjes, het koningshuis, met de vlag en het lied en de klerenzooi. En dus die bizarre wuivende hoedjes van ons en die uniformen die in tijden van oorlog en cholera en watersnood de moed erin houden. Nou, wat ik nu dus net heb gedaan is heel vervelend, maar vind ik wel zoals het hoort in de wetenschap en in de wereld van de ratio. Ik ben geen geleerde, maar ik hou wel van hun traditie en hun regels. Ik ben het dus, dat heb ik gedaan, ik ben het in de grond van de zaak roerend eens met Arjen Lubach natuurlijk, maar ik probeer zijn argumenten, dus eigenlijk mijn eigen argumenten, alsnog een beetje onderuit te halen. En dat kan soms wel iets moois opleveren. Ik denk aan de onderhandelingen die ik met een van mijn allerbeste vrienden heb gevoerd, jaren terug, toen mijn dochter bij hem een kamer ging huren in Amsterdam-West. En die jongen had echt een hele mooie kamer, een badkamer erbij, maar hij had niet zoveel idee van prijzen. En hij zei, ja, god, ja dat kost, doe maar, van een gulden, doe maar 300 gulden per maand. En ik schrok ervan. Want ik wilde een van mijn goede vrienden niet belazen. Dus ik vertelde hem naar waarheid dat die kamer die hij aanbood, was ik 800 euro een maand kon opleveren. Ik zei 800. Hij zei, ja, 400. Ik zei, ah, 600. Dus we hadden precies omgekeerde onderhandelingen in elkaars nadeel. En dan waren allebei achteraf, we eindigden in mijn voordeel 450 gulden. Achteraf waren we daar eigenlijk best trots op dat het zo ook kan. Maar het zit in de laatste twee punten die ik van Arjen Lubach behandelde. Daar zit in de crux. Dat koningshuis, met alle gekkigheid, om met Willy te spreken, alle gekkigheid, het is een enorme collectieve referentie. En de meerderheid wil het. Ik kan me er dus tegen verzetten, ik kan een heleboel Zwarte Piet-achtige argumenten aanvoeren, ik kan betogen dat het feest van onze democratie heus wel blijft bestaan zonder de anachronistische koningspiet. Maar dat vervloekte koningshuis zit wel in ons systeem. En niet alleen juridisch en grondwettelijk. En dan is nog één keer de vraag, dat voert hier eigenlijk te ver, maar een paar dingetjes wil ik toch wel even noemen aan het eind. Ik neem even een slok water, want ik neem aan dat jullie allemaal ook verlangen naar een biertje. Nou, kan nog wel heel even. Thomas, ik ga er wel over de tijd heen. Ja, dat is goed hoor. Wat is dan toch dat systeem, dat sociaal-emotionele identificatiesysteem, die veelbesproken identiteit, waar straks misschien wel die verkiezingen over gaan. En wat moet je daar dan van vinden? Het gevoel, het zeker weten dat je Nederlander bent. Wat niet eens betekent dat je per se geboren hoeft te zijn, natuurlijk niet. Of dat je ouders hier geboren hoeft te zijn, maar hoe verschillend een Zeeuw ook misschien is van een Drent, of een Antilliaanse Rotterdam, of van een boerenzoon uit de Wieringermeer, hoe weinig een Maastrichter keurig net de bourgeois mevrouw van een Surinaamse tante uit Zuidoostenweg lijkt te hebben, als ze elkaar allemaal treffen in Tokio, dan zijn we opeens allemaal heel erg Nederlands. En die verklaring zit, denk ik, ergens tussen Herman Pleij en Maarten van Rossum in.
Het zit er in, natuurlijk, het gedeelte in je gedeelde geschiedenis. De recente geschiedenis, nationale belevenis. Watersnoodramp voor de wat ouderen, maar sporttrauma's, München 1974, München 1988, overwinningen. Een woord als Epke. Ja, voor ons is Epke een begrip. Of een icoon als Churan, die Martina, die altijd blij is. En we weten allemaal hoe blij die is. Maar het zit er natuurlijk ook in het weer, een bepaalde type mist en wind tegen, zo'n begrip. Het zit in het landschap. Het zit natuurlijk in de taal. En de taal zit bijvoorbeeld weer vast aan het eten. Hollandse nasi, gebakken eitje. Dat zijn vaak de allereerste woorden die in burgeraars leren. Gebakken eitje. Wij hadden thuis een schilder uit Armenië. Die kende twee woorden Nederlands. Voorstrijk en eigenland. Fantastisch. Eigenland is notabene ook nog bedacht door Kees van Kooten. Toen hij in de reclame zat. En er komt een vent uit Armenië. Echt niet geworteld was in Nederland. Eigenland. Dat is precies wat het was. Woorden als een bakootje of een borreltje of een kroket natuurlijk. En natuurlijk, ja, boerenkool. Het zijn allemaal clichés. Maar de taal zit ook weer vast als een tentakel aan je instituties. Wij hebben het altijd in Nederland over de politie. En sommige steden over de Jute of de Bouten, maar we hebben het ook de politie. En de politie in Nederland is niet alleen een woord, het is natuurlijk ook een begrip. Want de politie hier is echt niet de politie in Spanje of in Frankrijk. Of in Duitsland. Het is overal, is je politie hoort als het ware bij je identiteit. De taal zit vast aan je schoolsysteem. Zonder uniformtjes in Nederland. Ondenkbaar. Portugal, Spanje, Engeland, overal. Die kinderen in die ongelooflijk voor ons idee stopzinnige uniformtjes. Dat maakt je Nederlander. Dat je dat niet kan voorstellen hoe dat zit. Het zijn woorden uit het onderwijs. Een woord als HAVO. Weet je, dat is een wereld. Gymzaal. Of meest opvallend natuurlijk. Het woord juf. Juffie. Als je opgegroeid bent, ook als je uit Afghanistan komt als je 5 bent en je hoort juffie, ja, dan word je op dat moment een klein beetje Nederlander. En het is natuurlijk ook Sinterklaas en het is ook in de helft van het land is het carnaval en het is Sint Maarten. Nou, Jan Terlouw refereerde er ook weer aan, het touwtje uit de brievenbus. Vaak is de generatie dit, het heeft vaak natuurlijk ook met televisie te maken. Legendarische namen die je met z'n allen deelt en die per 10, 20 jaar ook verschuiven. Ik zie hier veel Mies Bouwman, ik zie veel Zwiebertje. Mensen zelfs voor mijn tijd, Theo Komen, Annie Schmid natuurlijk. Maar iets later zijn er echt mensen die opgegroeid zijn. Ome Willem. Ja, dat is een middengeneratie. Ome Willem. Meneer Cactus. Ja, stel je voor, hij leeft nog. Onze Bert en Ernie. Bert en Ernie zijn in alle landen, ze hebben overal andere namen. Maar bij ons hebben ze natuurlijk de stemmen van Paul Hamen en Wim Schippers. En die zijn totaal niet te vergelijken met alle andere Bert en Ernie's. De hele wereld. Bart Graaf, de Teletubbies, Theo en Thea, André van Duin, André Hazes, door alle jaren heen. En nu, op dit moment, Diewertje Blok, Ali B, Paul de Leeuw, Max Smeets, maar ook Willy Wartaal, en Vieze Vuur, en Lange Frans, en Lil Kleine, dat zijn allemaal figuren die kunnen wij best heel enthousiast aan een Brit of een Rus of een Zweed uitleggen. Maar je kan het alleen in je onderbuik voelen als je Nederlander bent. En dat zal ik meteen als verwende onder vuur liggende elitaire cosmopoliet, zeg ik er meteen natuurlijk bij, dat juist ook die Zweed en die Rus en die Brit, iedereen op de wereld, heeft zo'n collectieve ballenbak met een liefdevol gedeelde cultuur. En al die ballenbakken, net als alle talen, zijn precies evenveel waard. Daar gaat het helemaal niet om. Het is de onmisbare bodem in je bestaan. Reclame-tunes, tv-jingles, een enorme collectieve schat. Mike Baudet, ik ken hem goed, u kent hem, een muzikant. Cabaretier, nu bij Paul Witteman in het podium. Die heeft laatst een boek geschreven dat heet Lekkere Stukken. Dat gaat over muziekstukken die veel indruk op hem hebben gemaakt. En hij heeft een prachtig hoofdstukje over Joop Stokkermans. En hij herinnert er ons aan dat Joop Stokkermans, een legendarische naam voor onze generatie, niet voor de jonge generatie, niet voor de urban kids, maar die oude Joop, die was opgevoed en geschoold aan het Haagse Conservatorium. Maar die maakte met heel veel liefde en toewijding amusements- en reclamemuziek. Zoals Mike schrijft, waar menig zogenaamd serieus piepknars knorkcomponist zijn neus voor zou ophalen. Hamelen, oebelen, beleef de dag van je leven in de Flevolhof. Flevolhof, had je op Stokkermans bedacht, wist ik niet. Liever kips, leven worst. Man, dit zit hier. Geef mij maar een Kodak cadeau. Kodak, Joop Stokkermans. Zeg eens aan. Allemaal Joop Stokkermans. Ongelooflijk. En dan eindigt Mike zijn stuk met de muziek van Johannes Andreas Stokkermans zit in ons allemaal. Of we het nou willen of niet. En iedereen die natuurlijk in Nederland komt wonen en hier min of meer inburgert, neemt meteen een golf
muziek en die teksten en die taal en die bekende figuren mee. En het Koningshuis, dat zit natuurlijk niet alleen in ons collectieve bewustzijn met eerbied en met pluimstrijkerij waar we het over gehad hebben, zoals in de jaren 50 tot en met nu met al die lintjesdragende oranje comité's. En ik heb echt geliefde vrienden en familie van mezelf, die lopen daarin rond, die vinden dat geweldig, alle discussies. Maar het zit hem juist en vooral, dus niet alleen die eerbied, maar het zit hem met Koningshuis ook aan die herinneringen, aan al die bizarre kroningen, aan nationale begrafenissen, aan gedenkwaardige interviews, een beetje dom, aan waanzinnige biografieën van alle koninklijke boeven die we gehad hebben, aan de crisissen, en ook aan die eindeloze pot met spot en hoon en enorm erom kunnen lachen. In het Nieuw Republikeins Genootschap waar we hiermee zijn, en in Lucky TV met Willy en Max, daar zit net zoveel, misschien wel meer energie dan in menig Oranje Comité. En dat zorgt er permanent voor dat ik het sterke gevoel heb dat zelfs overtuigde Republikeinen, tot en met Hans van den Berg, hemzelf, zalige nagedachtenis, heel veel Republikeinen ook eigenlijk best goed kunnen leven met dit peperdure ondemocratische sprookje. En dat we het als steen des aanstoots enorm zouden missen. En dit, ik besef, dit is een onuitstaanbaar argument. Het is direct verwant aan wat je voor de voeten geworpen krijgt als je jezelf presenteert als atheïst. Ja, het is allemaal hartstikke leuk en intellectueel en interessant. Maar dat atheïsme van jou, dat is natuurlijk ook maar een geloof. Of ze zeggen, het geeft niks dat je atheïst bent. De Heer Jezus sluit ook de atheïsten. Uitgeloed. Een jaar of 20 geleden was ik een verbaasde gast. Wordt aan mijn langzamer wordende stem, dat we hier aan het slotsprookje toe zijn. Een jaar of 20 geleden was ik de verbaasde gast in het grootste sprookjespark van Europa, Euro Disneyland, bij Parijs. Ik had daarvoor 3 excuses, eentje van 9, eentje van 6 en eentje van 3. Er liepen veel meer gezinnen rond natuurlijk, maar wat mij tot op de dag van vandaag bezighoudt, want het is nog steeds zo ongetwijfeld, waarom er ook zoveel volwassenen door Disneyland lopen zonder kinderen? Dat ze daar een keertje willen rondkijken en die sensatie willen in een achtbaan gaan zitten. En dat valt billijke. Maar ik zag daar dus volwassenen, stemgerechtigde grote mensen met banen en huizen, dingen doen die ik niet begreep. Dat ze voor 10 keer te hoog bedragen de hele dag kindervoedsel naar binnen stonden te proppen, daar word je dan een beetje toe gedwongen, dat kan ik ze vergeten. Dat ze 3 kwartier in de rij gingen staan, echt ongelooflijk, 3 kwartier in de rij. Om uiteindelijk een foto met handtekening te krijgen van Mickey Mouse. Een onderbetaalde werkstudent in een stinkend Mickey Mouse pak. Die af en toe weg moet om verwisseld te worden omdat er te weinig zuurstof in die pak zit. Dus dan moet er een ander in. En die zet dan met half blind van onderbetaaldheid en zetten die een stempeltje. En daar hebben die mensen dan 3 kwartier voor de weg. Dat gaat ver. Maar het hoogtepunt kwam voor mij tegen het eind van de middag. Ik stond over het hek geleund te kijken naar een attractie. Die heet Autopia. En ik wacht in afwachting van mijn kinderen. Die mochten al met z'n 3 in een autootje. Zonder ouders. En we reden daar namelijk in die attractie semi-comische oude autootjes. Die nog het meest deden denken aan de oude schicht van Gert Bon. Neem aan dat enkele dat ook nog wel weet. De oude schicht. En mooie soort oldtimertjes. Die reden daar met zo'n 3 km/u over een soort railsje. En die schudden dan een heel klein beetje. En er zit natuurlijk een toetertje op. En ze maken een stel bochten. En elke dag duizenden jongetjes en duizenden meisjes, 5 minuten lang in extatische waan, dat ze hun eigen auto konden besturen. En daar kwam er weer zo'n autootje om de bocht, aanmächtig, schuddend bij het scheiden van de markt. De tent ging bijna dicht. En daar zat achter het stuur een man van rond de 40. In zijn eentje, goed geklede man, geen vriendin naast zich, geen kinderen, allemaal niet. Hij zat alleen in het autootje. Hij zat trots om zich heen te kijken en hij genoot. Hij was geheel compulsmentisch. Hij was 100%. Geen duim, was niks meer aan de hand. Ik wist 100% zeker dat deze Duitse meneer, want ik heb hem later even gevolgd, een Duitser, diezelfde ochtend na een snelle rit uit pakweg Frankfurt was gearriveerd in zijn eigen BMW uit de 5-serie. Dat hij die BMW ter waarde van 60.000 euro had geparkeerd op het grote parkeerterrein naast Euro Disney en nu tegen betaling van nog eens extra 70 euro... het recht had verworven om in een speelgoedautootje aan een nepstuurtje te draaien en te doen alsof hij zelf door het parkje reed. En hij was blij, terwijl hij heel goed wist wat hij deed. Mag je dat zo'n man afpakken? Cadeauzen, kaduizen, ze gaan nog lang niet verhuizen. Maar tegen de bierkaai en tegen het sentiment
Leven de Republiek! Naast het beeldje van Annie Schmid, ja. En dan, mooi. Ja, we hebben natuurlijk keuze uit boeken van Hans, maar dit heb ik misschien nog niet. Oh, het zijn polemieke boeken. Polemieken? Nee, heb ik nog niet. Met vind ik ook nog. Nee, nee. Ik heb heel veel boeken weggedaan, ik heb heel veel ruimte tekort. Maar deze mag ik graag weer in. Veel poep, veel komrijden, brandkostjes, ze staan er allemaal in. Hartstikke bedankt, Fons. Ik kan er geen hand meer geven, maar even goed. Hartstikke. Ik weet dat er bij de vorige geleerde heren een enorme detailvragen kwamen over multitube en dergelijke. Daar hoop ik nu niet op, maar ja, er zijn vragen. Maar als ik dan toch mag, zou het ook zijn dat in Duitsland minder humor is omdat daar een president is? Nee, dat is een leuk, want dat is een enorm misverstand. Dat er in Duitsland minder humor is. Wij hebben onze cabaretcultuur voor een deel aan Duitsland te danken zelfs. Als je naar Hamburg gaat of naar Berlijn, is daar minimaal evenveel stand-up comedy en imitatoren en satire. Alles is daar. Alleen wij willen heel graag het sprookje in stand houden dat het Engels een bol moet hebben en een understatement en dat de Duitsers geen humor hebben. Maar dat valt reuze mee. En die president stelt daar natuurlijk eigenlijk niet zoveel voor. Althans, dat is ceremonieel, de uiteindelijke president. Ja. Ja. Maar ik vroeg me af, zat er een bewust beleid achter jouw excuus voor, het is een enorme detailvraag, maar ik vroeg me af toen ik het hoorde, zat er een bewust beleid achter de opvallende regelmaat van jouw excuus om naar Disneyland te gaan? Namelijk het excuus van 9, 6 en 3. Ja, dat is een opvallende regelmaat, ja. Mijn oudste dochter was 9, de middelste zoon was 6 en de jongste was 3. En ik ben inderdaad zelf, mijn echtgenote vindt Disney World ook wel zo leuk, die zou eventueel zelfs nog wel zonder, is later ook met de oud geworden kinderen gegaan, maar dat voert mij te ver. Maar met kinderen vond ik het heerlijk, kon ik door hun ogen dat doen. Dat is mijn vraag niet. Mijn vraag is of er een bewust beleid zat achter de trapsgewijze om precies, wonderlijk, hè? Om precies de 3 jaar en om het dan ook te realiseren op het moment dat de jongste 3 is, 3, ja. 6, 9. Ja, nee, dat is inderdaad, zou Jonica Smeets dol blij mee zijn. Maar het is per ongeluk, er zit geen bewust beleid aan. Nee, dank u wel. Ja, misschien nog wel even wat andere vragen. Dank dan. We gaan nu even naar de bar. En dan worden we er op een gegeven moment uitgegooid. Dan merken we nog wel. Hartelijk dank nogmaals. En,